Alright, welkom op een nieuwe aflevering van de Mechanicast. Jawel, dit is het nieuwe normaal. Vanaf nu zal er steeds als het ware een intro gegeven worden, maar waar het lijkt dat ik deze spontaan uit mijn botten slaag, maar ik deze eigenlijk schaamteloos van mijn scherm aflees. Het gaat richting einde van de maand en dat betekent dat we een fervent comiclezer in de bloemetjes zetten. Of manga, of strip natuurlijk. Maar deze maand is het niet zomaar één. Het is een lezer naar mijn hart. Niet alleen omdat hij hier een schuifje heeft en ik hem wel maandelijks voor zijn comic zie passeren, maar ook iemand die duidelijk zijn favorieten aflijnt en nog duidelijker zijn fandom ten berde zal brengen. Het is niemand minder dan Ilja. Dag Ilja. Goedenavond. Hey. Heb ik er wat gelijk in dat jij rechtlijnig ze of niet? Ja, ik was er overlast over bezig ook, want mijn maat van mij wou bespreken van wat we met u gingen bespreken. En toen kwam het eigenlijk uit dat waar ik vroeger wel fan van was, waar ik ingedoken ben, dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is wat dat nu is. Allee, het was wat braver dan dat nu is, maar allee, het ligt wel in dezelfde lijn zo. Maar we gaan er waarschijnlijk wel bij komen. Zo. Ja, we kunnen dat niet eens zeggen. Hè. We kunnen mensen... Het gaat ook waarschijnlijk in koeien van letters boven deze aflevering staan dat jij een grote Conan-fan bent. Yep. Hoe is dat gekomen? Hoe kom je erbij? Want Conan is natuurlijk... Jij zei... Ik schat u ietsje jonger in als mij. Jij zei van... Ik ben 85. Ah, oké. Okay. 2 jaar jonger. Oké, okay, deal. Ja. Maar Conan is wel wat ouder als dat. Ja, het gaat bijna in public domain. Dus dat wil zeggen dat het bijna 100 jaar oud is. Dus, en de creator van Conan heeft al een paar karakters in public domain. Gelijk naar Solomon Kane. Ah ja. Oké. Okay. Maar ook... Ja, zeg maar... Wat betekent dat dan? Is dat al, ja, ik ken dat van, maar als jij dat zo spontaan zegt, dan ga jij dat meer weten dan ik. Maar dat is dat een vaste regel of zo met dingen? Een vaste regel niet echt, maar dat is gelijk met klassieke muziek. Als je dat ergens opspeelt, dan wordt er geen copyrights meer op geëist, omdat de creator al x aantal jaar dood is. Nu zit er mee een beetje mee het probleem dat Conan onder Marvel zit. Maar die lenen, die krijgen dat uitgeleend door een persoon die eigenlijk al het hele Conan-domein onder hem heeft. En die heeft al gezegd, als het 100 jaar oud is, ga ik het gewoon vrijgeven en mag iedereen ermee doen wat dat dan wil. Oei, oké. Okay. Marvel probeert dan nu een klein beetje aan te vechten, gelijk dat is nu meerdere Spider-Man ook, gelijk dat ik zoiets opgevangen heb, dat ze dat een beetje proberen weg te halen uit de creators, of de familie-creators uit de handen. Maar ze willen, Frederik Malmberg, die persoon dat het echt zo gedaan, die nu het domein heeft van Conan, heeft echt gezegd, ja, vanaf dat die 100 jaar er is, geef ik het vrij en mag iedereen doen wat dat dan ermee wil. Ja. Dus dat is een beetje die public domain. En gelijk, maar Solomon Kane bijvoorbeeld zit al in public domain. Ja. Dat is eigenlijk zijn ander bekendste karakter. En daar wordt al iets mee gedaan. Er wordt om de maand is er iemand van Arizona dat daar zo van die podcasts mee doet. Dus die vertelt dat verhaal. Maar echt zo met veel flair en met muziek erop en al. En ja, dat is echt wel goed duidelijk als je dat erop zoekt. Alright. En wat spreekt u dan? Ja, ik vind altijd wel zot dat zo van die dingen. Want je hebt toch nabestaanden die er nog altijd wel op kunnen teren? Of wat ik neem daar aan. Ja, Robert E. Howard heeft geen nabestaanden niet meer. Ah, dus okay. hij was enig kind. Ja. Hij is gestorven zonder vrouw, zonder kinderen. Hij heeft zelfmoord gepleegd op zijn 30 jaar. Hij is altijd een beetje een eenzaad geweest. Je moest niet weten van mensen. Ze zijn soms... Ja, het was een weirdo, gelijk dat ze zijn in zijn dorp. Ze zagen hem soms lopen in het dorp met een stok te zwieren of te lopen boksen. En eigenlijk was hij in zijn hoofd al verhaaltjes aan het schrijven. Ah, cool. Dus, maar ja, heeft één vriendin gehad, Novelyn Price. Maar er is ook een schone film over is. The Whole Wide World. En als je iets wil leren over Robert E. Howard... Novelyn Price... Die film The Whole Wide World is over haar en hoe dat ze hem leren kennen heeft en al. Ja. Maar
Ding is, dus die heeft geen nabestaanden. Die zijn vader, dat was zijn enige nabestaande. Die hebben nog wat onkels en wat tantes. Maar die hebben dat dan allemaal verkocht aan Lancer Publishers en Albrex de Camp. En daarna heeft Troy Thomas dat overgekocht via Marvel. Voor dus de eerste comics in de jaren 60, 70 was dat, denk ik. Ja, dat zal zoiets zijn. En dan met de film dat er gekomen is, waar dan de meeste mensen hem konen leren kennen, dat kat. Oké. En we konden leren kennen via de film natuurlijk, met Arnold. Ja, natuurlijk. Maar dat is allemaal versnipperd geweest. Maar nu begint dat onder één persoon allemaal tezamen terug te komen. En ja, videogames en zo. En het is ook door de videogames dat ik in de comics geraakt zijn. Want de film heb ik pas vrij laat gezien eigenlijk. Oké. Wat voor videogames waren dat dan? Eerst hebben die een RPG gemaakt, gelijk World of Warcraft. Dat slaagde niet zo aan. Maar dan hebben ze daar een survival game van gemaakt. Gelijk, ik weet niet of je kent Ark Survival Evolved. Misschien fans van u kennen dat wel. Zo ja, je wordt in een wereld gedropt en je moet overleven. Bij Ark is dat met dinosaurussen. Ja. En Conan Exiles, dat game, dan is dat eigenlijk mee... is dat in de wereld van Conan, dat je in de wereld van Conan gedropt wordt. En er is dan een zeer grote roleplay-cultuur rond ontstaan, rond dat game. En dat loopt nog altijd, dat game, ik denk nu het bijna 10 jaar oud is. Bijna, ja. En een heel grote roleplay-community dat spel wel in stand houdt. Omdat ik heb u dat al een keer gezegd in de winkel, er is een kleine fanbase van Conan, maar die zijn wel super hardnekkig. Ja, maar aan de andere kant, ik denk ook wel, ik ben geen roleplay-speler. Ik heb dat vroeger wel eens een paar keer gedaan, maar ik ken het concept roleplaying vooral van een boardgame genaamd, wat was het nou weer al? HeroQuest. Dat was voor mij zo een beetje een voorloper. En op die moment leerde ik ook zo wat die figuren kennen. Hè. Je hebt een dwerg, je hebt een magier, je hebt een elf, maar je hebt dan ook een barbaar. En dat was ook de eerste keer dat ik het figuur een barbaar tegenkwam. Maar zou Conan ook niet de eerste van zijn soort ook zo wat geweest zijn rond die tijd? Ja, je hebt er twee grote natuurlijk. Hè. Je hebt Tolkien, dwergen en elfen en zo. En... Alhoewel, want Tolkien was wel bekend met Robert E. Howard's werk, maar Robert E. Howard was niet bekend met Tolkien's werk, want die zat in Texas. De enige andere creator waar hij echt contact mee had, was met de mensen van The Weird Tales, dus wat dat voor de comics kwam. Ja. Dus zo pulp magazines. Ja. Pulp Fiction, de film is er ook op gebaseerd. Eigenlijk allemaal verschillende kleine verhaaltjes die wel toen tezamen kwamen. Maar een van de andere grote schrijvers daarvan was H.P. Lovecraft. En dat was eigenlijk... Het verste van HP zat in New York, denk ik, of zoiets. Er is die kanten. Of Manhattan, ik weet het juist niet meer. En dat is de enige schrijver waar het hem contact mee had. Maar ik weet wel dat Tolkien wel wist van het werk van Howard. Maar inderdaad, gelijk in D&D. En ja, wat heb je dan allemaal van roleplay games? Die hebben wel die Barbarian gehaald van Robert E. Howard zijn een Barbarian. Ja, Alhoewel dat ik het altijd een beetje jammer vind, en dat vind ik ook een beetje jammer aan de film in de tijd, met Arnold, dat ze van de Barbarian een beetje een bommerik gemaakt hebben. Maar Conan was... Conan was nooit bedoeld voor een lompe brute te zijn, eigenlijk. Nee, je zou het eigenlijk beter moeten bekijken als een avonturier of een warrior. Ja, hij vertrekt uit zijn eigen land om nooit niet meer terug te keren. Maar... Hij reist naar verschillende werelden. Hij begint dus een idee te krijgen dat hij makkelijk talen oppakt. Want je moet ook zien, de wereld dat Robert E. Howard gecreëerd heeft, is hetzelfde gelijk wat dat Tolkien gecreëerd heeft. Ja. Tolkien als een Summerillion, dat hem eigenlijk alles in opnoemde. Robert E. Howard is een beetje gelijk die een crazy dude van die meme met al zijn stickertjes op de muur. Dat was Robert E. Howard. Dat zo. Zijn vloer lag vol. Ja. En ja, dat allemaal wel dingen, wel allemaal connecties. En dat is nu ook met Malmberg, die alles te samenbrengt, dat begint op te vallen van... want Solomon Kane heeft ook connecties met Conan. En zijn vorige karakter, waar dat Conan uitkwam, Cull the Conqueror, heeft ook connecties daarmee. Ja, en, juist. Die crazy dudes met zijn complottheorieën en zo. Ja. Dus,
Ja, maar dat is ook wel het worldbuilding gegeven was toen en ja, want we spreken dan over je zegt bekend 100 jaar, dus we spreken over ja, vlak eigenlijk interbellum gewij rond een interbellum zoiets. Mm-hmm. Dus op die moment waren ze echt worldbuilding om bedenken en ook op zowel een Tolkien deed dat, maar een Tolkien die gebruikt dan inderdaad ja. Die ging voor zijn eigen eerst spelregels uitschrijven, terwijl Robert E. Howard dan eigenlijk gewoon gaandeweg dingen erbij begon te verzinnen en alles om elkaar begon te schrijven. En dingen aan George Milius, dat de film heeft geschreven, heeft er een schoon verhaaltje over. Het is waarschijnlijk wel niet waar, maar ooit werd er gevraagd door Novelin Prize. Want dat is ook een beetje het probleem met Robert E. Howard. Alles wat we weten van die man is second-hand natuurlijk. Ja, tuurlijk. Van Novelin Prize, van mensen die stukken gelezen hebben van hem. Ja, dat is een beetje jammer altijd wel geweest van hem. Maar wat zeiden ze van, ja, hoe zijn op karakter Conan gekomen? En hij zei ook van, ga, op een dag kwam ik thuis, ik had een vreemde slechte dag. Ik zet mij aan mijn tijdmachine. En Robert E. Howard was iemand dat luid op babbelde terwijl dat hij aan het schrijven was. Ja. En hij had, dat was een vriend, dat was een grote man, dat was een bear van een kerel eigenlijk. Hij had ook gedacht voor te boksen aan een moment. Nee. Maar dat is zo niet boksen gelijk nu. Dat zijn geen slanke boksertjes. Dat zijn gewoon zo'n boksers gelijk. Ja, Andre the Giant. Ja, en ja, Bare Knuckles. En Texas stond toen ook nog op het moment dat ze juist uit het Wilde Westen. Dat zat nog meer in een voet in het Wilde Westen. Zo. Ja. Dus ja, dus halve wilden is zo'n beetje wat te zeggen. Nog altijd, denk ik wel. Zo, maar. Ja, ja. Dus daarom dat ik Texas zo tof vind. Ik heb Texaanse vrienden en ik vind dat toffe mensen. Die zijn allemaal een beetje zo. Maar. En die begon te babbelen. Die begon altijd te babbelen als hij aan het typen was. Dus allee, had een, dat had klak van dat tijdmachine. Dat ik zie in die film ook vrij schoon. Hoort die tijdmachine gaan, hoort hem met zijn luide stem ondertussen babbelen terwijl hij aan het schrijven is. En hoe is hij op dat karakter gekomen? Opeens zei hij hem zo van, ja, ik ben op een dag thuisgekomen. Ik had het gevoel dat ik bekeken werd. En ik had het gevoel dat ik iets moest neerpennen van iemand dat ooit geleefd heeft. En ik ben beginnen typen, lijkt een zot. Eh? Of like a madman. Allee, George Milius vertelt het wel beter in de documentaire. Dus, ik ben beginnen typen, lijkt een madman. En ik kon pas stoppen toen dat ik gedaan had. Mm-hmm. En toen dat ik gedaan had, kon ik me eindelijk in mijn bed leggen en durfde ik eindelijk achter mij kijken en die persoon was weg. Zo is dan zo gezegd aan dat karakter gekomen. Goh, ik denk wel dat dat schoon omschrijft wat inspiratie is. Als je zoiets, mm-hmm. Ik ben geen schrijver, ik weet niet of jij zulke dingen ambieert. Maar als je vroeger schoolwerk had, of weet ik veel wat, dat gevoel van ineens een druk, een externe druk op u van ik heb het en ik ben keigoed bezig. Mm-hmm. Ja, dat omschrijft dat wel schoon, dat hij plots een vlaag van inspiratie had. En dat wilde niet stoppen, hè, zolang dat in uw vingers zit. Ja, inderdaad. Het is, ja, en het is wel geweten dat hij een beetje weird in the head was. Ja, maar ik vind... weet je, no offense, want ik ken niks van Conan. Maar dat je dan, je hebt een vlaag van inspiratie. En deze is echt zeker niet slecht bedoeld. Want ik heb veel respect voor mensen die echt een duidelijke lijn hebben. Maar dan komt je op een halfblote kerel met niks anders dan een loincloth. Dat is ook eigenlijk... Van, wat? Dat is eigenlijk... Dat is puur Verzetta zijn werk geweest. Ja. Allee, Frans Verzetta, dat de bekendste schilderijen. En Frank Frazetta, ja, die, als je al zijn schilderijen bekijkt, zijn die allemaal een beetje zo... Van uw krachtpatsers mee aan Peritaan. Ja. En als je de eerste Lancers bekijkt, zag die er eigenlijk een beetje uit, gelijk Johan de Rode Ridder van der Steen aan. Zo, ja, geen maliënkolder natuurlijk, maar wel ja, gewoon hemd aan, ook wat slanker. Ah, okay. Maar Frazetta had er een idee over. En die nou van... Hoppa. Ja, bloed. Bloed en ja, gelijk Arnold in een tijd toen dat een Mr. Universe was. Ja, een bodybuilder van kan je gaan hebben. En ja, het past wel bij het idee van Barbarian. Maar als je toen het idee kijkt, dat het eigenlijk ook een super intelligente was. Conan, want hij leerde enorm snel talen en leerde enorm snel tactieken. En op het eind van zijn leven had hem toen ook een gigantisch rijk. Dat eigenlijk, wat dat, maar Robert E. Howard's werk is ook wel een beetje gebaseerd op geschiedenis. Ja.
Want... Eigenlijk, zijn rijk was eigenlijk het Romeinse Rijk. En het is ook uit elkaar gevallen, lijkt het Romeinse Rijk. Wel in minder generaties, maar het is hetzelfde idee, een beetje. Zo. Want ja, het is de fictieve wereld, maar het tijdperk waar Conan zijn eigen in afspeelt, kunnen ze wat kunnen dat lokaliseren? Veel zwaardvechten, maar er zijn wel al vestigingen. Ik vind het Romeinse Rijk is iets te geavanceerd voor hetgeen dat we bij Conan zien, of zie ik dat wel fout? Het is een beetje... omdat Robert E. Howard toen een enorme fan was van geschiedenis, en daar zit het ook wel een beetje, maar hij wilde dingen kunnen gebruiken uit alle soorten tijdperken van geschiedenis. Dus bijvoorbeeld de Dark Ages, of de middeleeuwen, gelijk... want veel mensen beginnen nu een beetje het verhaal van Conan gelijk Charlemagne verhaal te noemen. Een barbaar van het noorden die terug civilization brengt. Ja. Maar, dus wat wilde Robert E. Howard eigenlijk doen? Hij wilde een wereld creëren waar dat eigenlijk al zijn geschiedenisfantasieën uitgeleefd konden worden. Maar wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft dan op een moment... gezegd van, ik ga gewoon ergens beginnen. En eigenlijk, je kent de legende van Atlantis, neem ik aan. En je hebt dan zo een periode, de periode van Troy en de periode van, juist voor de collapse of the Bronze Age. Ja. Dat wilde hem ook een beetje doen, maar hij zag zo de wereld altijd maar omhoog en naar beneden gaan, omhoog en naar beneden gaan. Hadden ze dat Romeinse Rijk uit de Dark Ages. Ja. Dan hadden ze, en toen dat in de Renaissance, de Franse Revolutie, die enorm veel kommer en kwel. En eigenlijk gewoon gezegd, nee, we gaan dat gewoon voor de oertijd steken. Dus de Hyborian Age is eigenlijk een tijd voor de oertijd. En Cole the Conqueror, zijn karakter ervoor, is eigenlijk nog van daarvoor. Maar iedere keer komt er dan een cataclysm, dat eigenlijk heel die... eigenlijk een reset, zoals dat is reset, zo. Ja, voilà. En het valt ook te begrijpen, hè. We hebben 6 Ice Age gehad of zoiets, dus dat kan perfect. Het zou, hè, als we fictief ontbabbelen zijn, zou je kunnen nemen. Hè. Waarom niet? En Atlantis zou inderdaad op zo'n manier kunnen nemen. Mm-hmm. Ja. Nog even iets anders waar mensen misschien ook nu aan denken, wat ik eigenlijk ook, voordat we dit gesprek aan gingen, aan dacht. Ken jij Barry Windsor-Smith? Al van gehoord. Dat is de bedenker van Tarzan. En die doet ook John Carter, is ook van hem, denk ik. Ja, ja. En is mijn vraag van, ja, die gast, mensen die dat eens horen en dat weten, die mogen dat gerust om mij melden, dan vraag ik me eigen af van wanneer dat die is. Ik denk dat dat ook, dat gaat later zijn, en die zal dat wel waarschijnlijk dan... Ik denk dat het ook een pulpschrijver was, eigenlijk. Ja, ja, ik denk het wel. Het zal ook misschien rond dezelfde periode dan geweest zijn. Allee, want dat is... Allee, nu hebben we comics, dat ze om de maand uitkomen, maar toen hadden we eigenlijk, ja, pulp magazines. Dat was zo... Ja, zo... Dat was zo verhaaltjes die uitkwamen. En die kwamen toen op de radio ook. Like The Shadow en Zorro waren ook van dat tijdperk zo. En ja, like Zorro zit nu al in het public domain. Dat is nog van ietsje ervoor. Maar dat zijn allemaal pulp verhaaltjes. En dat is zo, ja... De film Pulp Fiction is er ook op gebaseerd. Eigenlijk. Voilà, het is dat, hè. Ja, ja, ik heb dat Want, gezien. Want dat verhaalje van Butch, die een bokser dat is zo... die een bokser dat is nog... Ja, ik heb nog één gevecht in mij. Ja. En dat is een verhaal van Robert E. Howard, dat hij schat zat, eigenlijk. Ogal, hè. Ja, want Quentin Tarantino was ook een fan van Howard. Was een comic-liefhebber, maar vooral van Howard. Hij zei ook van, ja, ik vind dat... ik wilde wel een keer iets mee doen, maar geen Conan-verhaal. En toen heeft hij dat verhaal van Butch the Boxer, had hij eigenlijk rechtstreeks overgenomen van Howard. Een bokser dat nog één gevecht in hem heeft, maar hij wordt omgekocht dat hij dat gevecht eigenlijk moet verliezen. Maar hij wil het toch winnen. Ja, ja, ja. En hij wint het, het inderdaad door zijn tegenstander door te slaan. Hm. Allee, en de film wordt... Ja, in de film zegt die madame in die taxi, how does it feel to kill a man? En Butch zegt, I don't know, I didn't know I killed him. Ja, zalig. Ja, maar dat is... dat is wel een cool weetje. Jesus. Ja, dat is... Nee, maar dat dan... Ja, het klinkt wel logisch dat misschien ook wel... ook die Barry Windsor-Smith ook rond die periode zit. Maar dat is ook altijd... dat is echt dan de periode van de lone adventurer, hè? Of de...
de krachtpatser, was, ja, by lack of a better word, want het was altijd wel een gespierde kerel, een John Carter of Mars, wordt ook zo afgebeeld als een gespierde solo-gast. Tarzan juist hetzelfde. Ja, maar een karakter lijkt Zorro dan juist niet. Allee, ja. Dat is een, en dat is ook van die tijd. Dus, allee, ja, ik weet wat je bedoelt, maar het zijn altijd natuurlijk wel lone adventurers die een skill set hebben. En daarvan was H.P. Lovecraft een volledig andere. Want die schreef ook voor Weird Tales, maar die schreef omschrijving gelijk. Ja. Dus zo, die omschreef zijn wereld echt, zo van zijn cosmic horrors. En die zei ook tegen zijn medeschrijvers van, kijk, ik heb een wereld, maar gebruik alles wat je wilt. Ja. En daarmee is het ook gebeurd dat Robert E. Howard ook zijn Dagon gebruikt heeft, en zijn Yogg allemaal gebruikt heeft in zijn verhaal. En eigenlijk werkt dat allemaal wel goed. Ja, ik dacht dat wel. Je ziet soms Conan inderdaad vechten tegen monsters, maar dan moet je dat wel even verduidelijken wat een Dagon en een Yogg. Ja, Dagon is de ruler in the deep. Dat is eigenlijk een gigantische vis. Ik moet het eigenlijk nog een keer opzoeken, hè, want... Ja, nee, geen probleem. Dat is een gigantische vis en die regeert over een diepte in de zee. Okay. En die is eigenlijk in continue turmoil met Cthulhu. Ik kan verkeerd zitten, hè, maar ik denk dat het zoiets was. Dat klinkt. Want ik ken Dagon vooral uit Conan verhalen, dat een ras dat de Atlantean overleeft dan, maar voor hij er land te redden, moesten ze iets vinden voor hij er zelf te redden. En terwijl dat hij er land aan het zinken was, kwamen er wezens uit de zee. Uh-huh. Zo fish-like creatures. En ze zijn tegen die mensen van, oké, jullie zijn de enige kans hoe dat we kunnen overleven. Waarmee dat ze in contact komen met de cosmic horror Dagon. Zelf een beetje, ja, dat is het. Dat is het. Die worden dan ook half fish creature, maar sommige ook uit de menselijkheid. En ja, dat is zoiets. Is gewoon een voorbeeld van wat dat Robert E. Howard gebruikt heeft uit H.P. Lovecraft's werk. Ik vind het ook wel goed. En ja, de Yogg is dan de Devourer of the Deep. Dus eigenlijk van Yogg's Run. Dus ook allemaal veel tentakels en rare toestanden zo. En dat wordt dan gebruikt door een cannibalistische stam. Die mensen opeten voor de god. In contact te komen met de god. En dus, ja, dus ook allemaal dingen dat hij gebruikt heeft van H.P. Lovecraft. En, allee, want ik lees Lovecraft eigenlijk niet graag. Nee, ja, dat is heel... Het is gewoon de trendsetter geweest, maar dat was niet per se zo grillig. Dat was heel aanslepend voordat er effectief iets gebeurde. En niet het sommige van zijn verhalen gebruikt er ook niks van. Nee, voilà. Het verhaal van Dagon Ur, ik heb het overlast nog een keer op podcast geluisterd. En eigenlijk is dat over een zeeman dat verhaalt over zijn horrorverhaal dat hem in de zee tegenkomt. En dat is ook, dat is niet echt een verhaal, dat is echt een omschrijving van wat dat is. En ja, dat is al een verhaal in een verhaal. Hè. Ja, maar aan de kant, het is wel een schone basis voor andere dingen op te spinnen. Tuurlijk. En ja, H.P. Lovecraft, hij had ook niet echt veel familie en hij heeft ook gewoon gezegd van mensen, doet ermee wat hij wilt. En H.P. Lovecraft, zijn werk zit al inderdaad in public domain en iedereen zou het mogen gebruiken wat ze ervan willen eigenlijk. Ja, ja. We gaan eens terug naar de essentie gaan, hè. Een rode draad in de... Ja, maar ik vind het keigoed. Ik vind het super interessant. Een rode draad in de dingen in de Reader of the Month is dat ik u een aantal vragen heb gesteld. En het is heel duidelijk, we gaan het allemaal over dingen hebben, hè, over Conan. Maar de typische wat ik altijd vraag is met welke is begonnen. En ja, gelijk heel veel mensen zeggen, ja, Suske en Wiske. Maar je benoemt ook de Rode Ridder. En dat lijkt voor mij al precies een beetje een voorbode dat die Conan er wat aan zit te komen. En het hangt ook een beetje af van de schrijver. Ik weet niet of je iets kent van Karel Bidlo. En zijn ruzie met Willy van der Steen. Daar ken ik niks van. Ja, dus Willy van der Steen heeft de eerste 40 getekend en geschreven, geloof ik, als ik me niet vergis. Ja, en hij had er al zo'n idee over meer een ronde tafelridder. Ja.
Maar toen zagen ze dat niet echt goed verkocht. En toen had hij daar een jong schrijverke zitten. En zei van, ja, doe die jij. Allee, jij kreeg die kans even voor dat te doen. Dus toen heeft Karel Biedlo dat overgenomen. Maar Karel Biedlo had er een beetje een ander idee over. Karel Biedlo was ook een enorme fan van Italiaanse, Duitse films, pulpfilms. Alleen noire films, daarom dan al die vrouwen dan erin voorkomen ook allemaal lijken op actrices. Oké. En ja. De Biedlo-jaren. Ja, en, voilà. En opeens had Van der Steen gezegd van, god, ja, ik zie het toch niet meer zitten en ik kan u geen tekenaars niet meer geven. Die voelde zijn eigen een beetje... Van der Steen wilde je dat meer kindvriendelijk houden. Ja. En Karel Biedlo heeft dan gezegd, oké, ja, maar mijn vrouw kan goed tekenen. Ja, voilà. En toen opeens is Johan de Rode Ridder, je kunt dat zien, ik denk dat ergens nummerke 50 of 51 is, ik weet niet wat. Ik heb het overlast nog opgezocht welk kind dat was. En zie je opeens Johan de Rode Ridder als we een kast krijgen van ga je gaan aan. De vrouwen een beetje ja, voller ook. Ja. Ja, dus zo, hij had er zijn idee over. En ik weet dat nog toen dat ik klein was, ik mocht Suske en Wiske lezen. Ja. Maar ik mocht geen Rode Ridders lezen, omdat ja, ik kom uit een redelijk katholiek deel van België, zo West-Vlaanderen. Mijn grootmoeder was zeer katholiek. Mijn grootvader was ook altijd degene die mij de comics gaf. Zo, van, ze zeiden altijd van Suske en Wiske kunnen nog iets leren. Ja. Omdat hem ook wel, hij had ook wel respect voor Willy van der Steen, als een jongen uit een arbeidersmilieu, dat hier uit de Zeevoek, hier uit Antwerpen, komt en toen een carrière maakt. Waarvan dat ze zijn van, je gaat er nooit iets mee kunnen doen. En oh, mijn grootvader had er wel respect voor zo iemand, voor iemand gelijk naar Van der Steen. Dus ja, dat was altijd Suske en Wiske bij ons thuis. Als ik die nog die oude vastpak, er zit er wel iets in eigenlijk. Oké, het is wel vrij kinderlijk en zo, maar er zit er wel iets in. Nee, toen ik heb zo het gevoel dat we in een tijd leven dat er zeker van zulke dingen... Af en toe gaan er nog heel goede verhalen tussen hebben. Hè. Ik vind dat vooral bij wat ze nu met Amara's aan het doen zijn, is heel sterk. Ja. Maar de gewone lijn voelt heel commers aan. Dat is gewoon maar iets van, het is weer een nief. Terwijl dat eigenlijk vroeger, zeker de eerste 100, en dat is 100 is veel om dat niveau aan te houden van iets aan te leren. Iets echt een avontuur te hebben gelezen, waar je... het gevoel heeft van, amai, daar zijn we niet goed van geweest en dat zijn we maar blij dat we dat overleefd hebben. Terwijl nu voelt het allemaal als een avontuur aan en het is gewoon weer een avontuur. Is een, ook zo'n beetje... vroeger waren comics en spotprentjes, gelijk dat ze noemden in de gazet, ook meer voor zo wat spotten drijven met politiek en zo. En tuurlijk. Van der Steen. Ja, en iemand gelijk naar Hergé van zijn Kuifken heeft dat ook altijd gedaan. Zo, die dingen zitten er allemaal wel in. En als ik nu... ik heb overlaatst nog een keer een Suske en Wiske gehad van mijn ma. En dat is leeg. Dat is gelijk een beetje leeg. Dat is zo die extra... En als klein manneke besefte dat niet. Hè? Maar als je dat nu nog een keer vastpakt... En je ziet, ik snap waarom dat mijn grootvader daar echt wel into was. Het is nu echt een kinder. Suske en Wiske, je hebt nog altijd volwassenen die dat voor hun collectie bijkopen. Maar het is en blijft een kinderreeks. Dat kun je tot je 14, 15 lezen en dan stopt het echt wel. Dat is wel. Dat is zo. En Amara's, daar zijn ze heel slim mee geweest. Dat vind ik heel knap. Maar dat is eigenlijk ook een beetje fanservice vooral. Hè. Heel die reeks blijft gelijk dat ze die oude heruitgebracht hebben. Dat ze een herdruk van die oude hebben gehad. Die blauwe reeks. Die blauwe reeks. En ja, dus als je die toch een keer herleest... En toen kon, ook aan nostalgietrip natuurlijk. Altijd een dodelijk wapen, zo die nostalgietrip. En hetzelfde met de Rode Ridder nu ook. Hè. Die hebben ze sinds eigenlijk, denk een bepaalde nummer, ik denk 150 dan of zo. Of nee, het zal veel meer zijn. Die 150 zijn de Heren van Rode. Dat is een zeer bekend album. Dat is, Okay. Ja, ik weet het, maar het is een paar jaar geleden, dat is al 250 zijn, hebben ze het helemaal gerestyled. En zijn ze... die kat. Ja, altijd, sorry. Hoe heet de kat trouwens?
Het zijn er twee, Amani en Azizi. Amani en Azizi, Jesus. Ja. Nee, daar hebben ze de Rode Ridder ook gerevamped. En er zit nu ook een Italiaanse tekenaar op. En ik denk, ja, een heel bekende schrijver, maar hij wil me daar niet te binnen. Is dat Lodewijks nog altijd? Want ik ben gestopt toen dat Lodewijks dat overgepakt heeft. Nee, dat is ook al gedaan. Hè. Het heeft ook een tijd lang... De Klaus heeft dat ook een tijd lang gedaan. Ja. Dat is ook weer een vaste klant. Maar ondertussen zit er weer een heel nieuw team achter. En daar is hem terug. Okay. Is hem terug echt inderdaad een ridder van de ronde tafel. En de avonturen zijn meer van deze tijd, hoe wij kijken op de riddertijd. Wat wel weer wat slim is, natuurlijk. Ja, oké, het is wel slim, maar de tijd van Bidlo is een beetje hetzelfde idee gelijk Robert E. Howard. Hij wilde een karakter en hij wilde dat gewoon in een setting smijten. Hmm. Want gelijk, ik weet nog de eerste dat ik ooit gezien heb van de Rode Ridder was de Duistere Bondgenoot. Oké. Okay. En dat was, ja, die cover. Die cover bleef mij enorm bij. Zo, Johan met zo een heks en op de achtergrond een ridder volledig in zwart gekleed op een zwart paard. Ja. Zo volledig duister. En als je dat dan leest, dat toen zijn een bondgenoot. Maar eigenlijk is die bondgenoot gestuurd door zo'n baal, zijn aardsvijand. Ja. Dat je zoiets zegt van, Jezus, dat is eigenlijk wel zo, hoe zelf? Ik weet bij mij nog dat ik heel hard fan van... Ja, ik ben geen grote Rode Ridder fan, maar ik was helemaal verbouwereerd door een boek. Dat is eigenlijk... Dat was een vliegeneter, een plant. En dat was dan een reuze grote vleesetende plant. Want vleesetende planten, als kind sprak je dat ook al, omdat je dat mega cool vond. En dat wier dan mee in zo'n strip verwerkt. En dat vond ik ook heel graaf om dat is wel cool. Om mee te lezen dat ze daar dan een jonkvrouwen om gingen offeren. En de Rode Ridder dat dan ging voorkomen. Dat vond ik ook wel heel straf. Ja, en dat is dan ook... toen Lodewijks dat overgepakt heb, had van... Ja. Bidlo is dan gestorven aan kanker natuurlijk. En die had wel nog een paar lijnen. Maar tot... natuurlijk. Alsof dat je van strip schrijven kanker kunt krijgen. Nee. Ik bedoel, maar alleen zijn leeftijd. Gevaarlijke job. Oké. Ja, maar het is zo. Ja, het is. Het is nucleaire inkt, geeft wat toe. Ja. misschien wat verkeerd uitgedrukt, maar ja. Ça va. Je is gestorven aan kanker. Je had er wel nog. Ik denk nog een stuk of 10 of 20 lijnen. Dat hem in de pers had, zijn vrouw had ze ook al getekend. Van der Steen. Studio Van der Steen was dat toen al. Want Willy was er dan ook al niet meer, jammer genoeg. Nee, denk ik. En die hebben dat toen wel nog uitgebracht. Maar toen heeft Lodewijks dat overgebracht. Toen heb ik er nog een stuk of 10 gekocht. Ja. En eigenlijk heb ik er redelijk wat gehad in de tijd van mijn grootvader. Er zitten er nummers 1 eerst een druk bij. Dat gezegd van die echt wel veel geld waard zijn. Ik ben er wel trots op ook. Ja. Zijn er van mijn grootvader geweest. En het is in een schoon kastje. Ja. Bewaagt die maar goed. Dan heeft Lodewijks dat overgenomen. En ja, mijn interesse erin was ook zibiet. Ik heb er nog 10 gelezen. Ik wilde er wel wat tijd in steken. Maar mijn interesse was weg. Het was... Dat zie je vaak met bepaalde schrijvers op figuren of op geliefde dingen, dat ineens wegvalt. En dat kan terugkomen als ze iemand een heel goed talent erop zetten. Maar het is ook misschien wel ook een beetje dat je een beetje gebonden geraakt aan een schrijver. Dat je ze zegt van, oké, die schrijver. Ik hoor dat soms bij veel comicfans ook, dan zo gaan naar Lincoln dat Batman geschreven heeft, de first year. Batman, de first year, wie was het? Year One, dat is de Year One, ja. Dat is ook van Dark Knight Returns. Dat is, nu ben ik zelf even de naam kwijt. Jesus, Jens. En de maar, Frank Miller, moest even denken. Dat was. Allee, ik ben Thomas, die zweert goed en lacht bij een Frank Miller. Ik zweer inderdaad bij zijn Year One en zijn Dark Knight Returns blijft bij mij altijd wel een laagje, een niveauke hoger voor mensen die ook fan zijn van een Alan Moore en dat er heel veel informatie in een comic zit. Want een leek gewoon ik nooit geen Dark Knight Returns geven als je niet van Batman wilt lezen. Dan moet je inderdaad een Year One lezen. Dus dat is wel een heel verschil tussen.
Als jij een grote fan van de Rode Ridder, ik hoor u ook heel hard spreken over ja, die strips heb ik nog van mijn grootvader en ik hou die bij. Zit jij in het algemeen dan ook een geschiedenis? Houd jij van geschiedenis of niet? Ik hou, en dat is maar van mijn vader, want mijn vader heeft enorm graag, die zit enorm graag met geschiedenis bezig. Dus zo, ze in de tijd van dat canvas, de dinsdag altijd historische programma's uitstond. En dat was de canvas altijd een dinsdagavond naar geschiedenis dingen kijken. En mijn vader, die is er enorm. Dus nu is hij met pensioen. En het enige dat hij doet, is met zijn fietskarij. En met ons moeder met de wandelclub naar van alle kastelen gezien. Ja. En schone dingen. Nu in België, omdat met de COVID niet verder niet meer kunnen. Maar kastelen gezien met de wandelclub en geschiedkundige dingen. En, ja, dat was allemaal zo. Dat is echt wel zo'n ding. Zo. En ik ken dat ook wel een beetje. Zo. Maar zeker als er daar iets mee gedaan wordt. Dus iets mee fantasy mee gedaan wordt. Ja. En er zit een roots in geschiedenis. Dan heb je zoiets van, het is iets meer zo. Het is altijd iets meer. Probeer je soms dingen op te sporen? Of kom je soms dingen tegen dat je denkt van, dat zwaard of dat soort artefact... Dat hebben ze in een comic gebruikt. Of andersom van, dat ken ik. Want dat heb ik eens een keer als ik eens een kasteel heb gezien, dat ken ik er nog van. Ja, en dat deed Bidlo wel veel. Die gebruikte veel. Eigenlijk Kasteel van Horst gebruikte hem, denk ik, 25 albums. Okay. De Mergelbergen in de Limburg. Kastelen in Duitsland. Al zijn kastelen dat zijn vrouw eigenlijk getekend heeft. Zijn allemaal ergens van een link met een historisch kasteel. Ja. Ergens in de Holy Roman Empire. Of in Engeland. Of in Frankrijk. Dat is altijd wel ergens paleizen. Ja. Maar ik neem ook aan... Toen beginnen dat inderdaad op te zoeken. Zo, omdat ze... In het begin deed ze dat, zo wat informatie over de streek en het kasteel dat hij gebruikt heeft. Dan beginnen dat ook wel allemaal een beetje op te zoeken, natuurlijk, omdat je dat wil weten, natuurlijk. Ah ja, maar ik denk ook dan dat bijvoorbeeld naar Robert E. Howard ook zijn artefacten, of toch zeker het bekende zwaard van Conan, of die een helm, want die heeft ook een heel distincte helm, dat hem daar ook wel ergens. Zijn schetsen op gebaseerd, hé. Dat is weer Frazetta. Ja, toch? Dat is echt weer Frazetta, ja. Want Frazetta zegt het zelf. En dat is ook zo, want Howard was geen tekenaar. Die had wel schetsjes zo. Ja. Maar eigenlijk een tekenaar was dat niet. Dat was echt een schrijver. Want hij was eigenlijk, juist voordat hij zelfmoord pleegde, was dan bezig met een roman eigenlijk te schrijven. Hij was geen tekenaar. Een soepkom ondersteboven. Ja, en Marvel heeft die natuurlijk ook wel gebruikt, maar die hoorns staan van voor. Voilà. De hoorns staan van voor bij Marvel, dus Jesus. Ja. Maar dat is echt puur, maar Frazetta geweest. Dus echt, die heeft enorm veel invloed gehad op hoe dat wij de wereld van Conan zien, eigenlijk. Ja. En eigenlijk, als je nog een keer een leuk weetje erover wilt, eigenlijk heel de eerste film van Conan is uit één schilderij gekomen van Frazetta. Dat is een schilderij met, waar dat Conan vastgeketen aan de grond en een gigantische, enorme slang komt op hem af. En dat is heel die film. Milius had dat schilderij gezien, die heeft heel dat script dat hij had, heeft hij hem geschrapt. Hij heeft heel zijn script geschreven naar dat schilderij. Ah. Wacht, dan ga ik eens zien welke dat is. Hè. Potverdikke. Ja, ik vind het niet direct iets van... Wacht, gaat dat een deel? Nee, dat is niet vastgepind op de grond. Nee, dat moeten mensen maar eens opzoeken. Want zo rap kan ik dat hier niet ineens tevoorschijn toveren. Kan ik share via deze? Ik denk, als je naar beneden... Heb je een share screen? Als je je cursor naar beneden doet, heb je een share screen misschien? Wacht, ik kan het gewoon doormailen. Ah ja, dat is toch... Amai, Jesus, we zijn hier flitsend snel weer. Ja, dan moet ik mijn mail openzetten. Gaan we dat hier doen? Oké.
Normaal gezien doormeld. Ja, oké. Okay. Maar dan is dat puur daarop. Dus dat, het verhaal van de film is niks op verhalen van Robert T. Howard. Wat Milius beseft, zei zelf van, ik ken niks van dat karakter, maar ik wil een vikingfilm maken. Ja, oké. Okay. Dus allee. Milius zei van, ik wil een vikingfilm maken. En dat is dat dichtste dat erbij in de buurt komt. Ja, want eigenlijk het verhaal dat hem het verhaal dat hem schreef, dat is eigenlijk Kul de Conqueror verhaal. Hij begint als een slaaf. Ja. En hij eindigt als koning en als conqueror. Dat is eigenlijk Kul de Conqueror's verhaal. Want koning is nooit een slaaf geweest. Koning is echt om vrijheid. En als ze hem proberen in slavernij te steken, dan loopt dat al zeer snel zeer mis. Omdat dat ja, een beest is dat niet getemd kan worden. Robert E. Howard wilde echt van Conan een beest met een intelligentie dat niet getemd kan worden. Ja, dat is hem. Voilà. Dat is een prachtig schilderij. Ja, zalig. Ja, dat is... Ja, ik vind dat heel tof. Dat zijn ook dingen die in een later stadium doet dat mij ook allemaal denken aan een Torgal, komt er ook wel wat van, dan denk ik. Ja, dat zijn allemaal van die dingen dat heel achteraan doet denken. Ja, ik denk ook dat Dingske Rosinski is een tekenstijl ook heel hard van Frazetta zal hebben laten afhangen. Ja. Maar dat is, ja, dat is waanzin. Zoiets dat vraagt ook om iets mee te doen, hè. Ja, maar ik kan u even snel een sidetrackje doen, maar als je kijkt naar de Alien-films... Ja. Dat is ook door Geiger dat monster ontworpen heeft. En eigenlijk heel die films zijn ontsprongen uit dat artwork. Dus, ja. Ja, het is ongelooflijk hoeveel dat wat artwork eigenlijk kan maken van film of van comics. Tuurlijk. Of whatever, maar, wat is echt voor de zalen. Tuurlijk, ja. Om de sidetrack dan volledig te maken, je hebt nog een andere artiest, die noemt Geoff Darrow. Die kan dingen mee, die kan een tekening maken vol met tubekes en die kan ook ontzettend veel details in zijn tekenwerk geven en daar hebben ze dan de Matrix van Dan Gold. Dat je ook van zegt van ja, het, wederom, we weten dat allemaal, zeker met als comicbookfans, ja, een artiest onderschat een tekenaar niet hoe belangrijk dat je blijft voor toon te zetten van een film. Ja, inderdaad. Want een film op voorhand pitchen om de geldschieters is zo handig dat je iemand achter je hebt staan die dat even allemaal uittekent. Dat was zelfs bij Star Wars al zo, dat je daar een kerel had die een gigantisch veel... Dat is ook al zijn vast. Dat was Star Wars zijn van, ja, denk space opera. Ja, maar dan die space opera, ja... Het is grappig genoeg dat aan de Conan in het begin was dat zo simpel getekend. Ik heb hier al iets klaarstaan voor Sabiet. Waar je Sabiet over mocht nuanceren. Maar dan heb ik deze staan. Ja, dat is simpel getekend. Hè. En toch heeft dat zoveel fans kunnen bijeensprokkelen. Dat is... Ik denk ook dat het een beetje het mysterie was ervan. We wisten wel van Robert E. Howard's werk. Met Solomon Kane had dat hetzelfde. Zo, mensen kennen wel dat werk zo. Zeker als je into Robert E. Howard's werk zit. Maar gewoon omdat dat verspreid is over alle soorten dingen. Nu beginnen er wel databases te komen van wat van Robert E. Howard was en zo. Ja, Solomon Kane, The Dark Paladin. The Grim Avenger. Zalig. Oh, zalig karakter. Ja, maar... ook een enorme, ja, en ook weer die dingen die een invloed van H.P. Lovecraft in dat monster. Ja, zeker, zeker. Maar ook zo wel weer als Solomon Kane voor Conan bedacht werd, ja, dan zie je hier ook weer een hoop. Wat zie je erin? Daar zie je de Zorro in, daar zie je de Shadow in, daar zie je... Yes. En ik durf zelfs te zeggen, ja, het figuur van dingen, hè. Mary Shelley, hè. En Van Helsing ook een beetje. Voilà, dat bedoel ik, hè. Dracula. Ja, Mary Shelley's Frankenstein... wat zeg ik? Nee, Dracula is van... Nee, dat is van dingen. Die wou ik zeggen, in ieder geval. Nee, maar dat klopt wel. Dat is, ja, in die tijd, ze gingen het wel wat bij elkaar zoeken om dan die figuren neer te zetten. Zoals ik er eigenlijk ondertussen weer al een half uur geleden wou zeggen, terug tot de essentie. Ilia, Conan, leg dat eens van een leek uit. Dat is een kerel, hè, gezegd van, ja, die is uit zijn land.
weggewandeld en nooit meer teruggekomen. Ze zeggen ook soms, hey, Conan the Cimmerian. De Salant is Cimmeria. Cimmeria, okay. Dat is een mengeling tussen de Scottish Highlands. Okay. En allee, dat dan vergaan is met de cataclysm, dat is allemaal gezonken in de zee, bla bla bla. En dus, ja, dat is een land van stien, klein beetje gras, sneeuw, donker. De mensen dan er leven zijn niet happy, zijn niet cheery. En eigenlijk alle karakters dat in Conan terechtkomen, worden gevormd door de omgeving waar ze leven. Ja. En even onderbreken, is hem daarom gaan lopen? Omdat het er niet plezant is? Nee. Hij is gelopen. Allee, dat is ook een beetje het nadeel. Van, wat Marvel probeert er zo'n beetje een ding aan te geven, een origin story. Maar eigenlijk was dat een karakter zonder origin story. Door te vertellen, beginnen toch wat te beseffen hoe dat hem is. Hij is gewoon... Hij was nieuwsgierig. Okay. Want ze werden gereed door volkeren, door de Aesir en de Vanir, dan allee, toen later de goden werden van de Noorden. Zo. Ja, de Aesirs en de Vanirs. Die ken ik van God of War. Dat is direct mijn kennis van. Ja. En ja, dat is ook zo'n beetje, ja, when gods walk the earth, ook zo dat ding. Maar ja, like de Vanir, de Aesir, dat waren toen... Die werden, allee, de Cimmerians werden er door gereed. Hm. En Conan en toen hadden de Hyborians dan er ook raids begonnen. En ja, Conan was zo van, ik kan eens gaan zien wat het er eigenlijk allemaal is. En hij is beginnen reizen. Hij is dingen beginnen zien. De eerste keer dat hij een stad zag, had hij zoiets, wat is deze man? En het is ook altijd een beetje de clash tussen het barbarisme en vooruitgang. Ja, voilà. En dat komt dan ook weer voor bij Robert E. Howard. Die woonde in een dorpje en er werd er olie gevonden en opeens kwamen de Rockefellers er binnen stormen. Ja. Zijn vader was dokter. Dus die begon meer mensen mee messteken, met gunshots, met... Allee, het is Texas nog altijd. Allee, van de eeuwwisseling. En ja, die begon het allemaal te zien. En die begon zo vooruitgang met criminaliteit en met... Te verderf te zien. En zijn een koning is eigenlijk een beetje het zwaard dat er alles komt uitsnijden. En zijn een commentaar erop, zo. Op vooruitgang. Omdat hem ook zoiets... En dat is ook een beetje hoe dat Romeinse Rijk ondergegaan is. Mensen leven een beetje te luxueus. Mensen zijn een beetje te gemakkelijk. Goh, ons land verdedigen, dat is allemaal zo nodig niet meer. Wat mercenaries dan we gaan oplossen, maar opeens beginnen die mercenaries, want zo heeft Conan ook Aquilonia veroverd. Hij was een mercenary en opeens zegt hij van eigenlijk kan ik dat niet beter regelen, vent. Ja, daar gaan we ze beet nog toekomen, dat is me nog niet te het verklappen. Maar dat is dan ook, dat is dan inderdaad ook de vraag van hij gaat lopen, hij is nieuwsgierig, hij is ontdekkingsreiziger, maar dan puur voor zijn eigen avonturier, maar is het dan ook een held? Hè? Je zegt het juist, het is een mercenary, want komt hem soms problemen tegen en zegt zal ik dat hier wel oplossen, gelijk de Rode Ridder? Of is hij er van, het boeit me eigenlijk niet en door omstandigheden zal ik het wel oplossen. Het prototype anti-held is het eigenlijk een beetje. Ja, het is het prototype anti-held. Hij heeft wel een goed hart, maar er moet ook iets voor zijn eigen zitten. Ja. En de schrijver nu heeft dat gewoon opgelost. Je ziet, de eerste keer dat je Conan ziet, zit hij in een bar, je heeft een buideltje geld, je hebt de pint voor hem, je hebt de vrouw op zijn schoot, en hij is gelukkig, en ja... Voilà, meer moet dat niet zijn. Hij is eigenlijk zeer egoïstisch. Ja. En dat is eigenlijk de bekommering om een volk is pas gekomen als de koning werd. Ja, voilà. Eigenlijk in zijn jonge jaren was dat enorm egoïstisch. Dus eigenlijk eerder die Chronicles of Conan is eigenlijk gewoon Conan die tegenslag heeft en om de vijf bot in dingen verwikkeld gerokt, waar het hem eigenlijk geen goesting in heeft of eigenlijk niet mee te maken wil hebben. En ik kan kiezen oftewel stopt hem en houdt hem dood, oftewel gewoon verder. En ja, ik kom toch wel mensen tegen waar het hem respect voor heeft, zelfs vrouwen en mannen waar het hem respect... En ja, zijn eerste relatie met Belit komt ook uit een... Juist, ja. Allee, ik heb dat dan, we gaan er wel met de tekenares, dat ik genoemd heb, wel op terugkomen.
Maar ja, het is gewoon ja, puur respect van wat kunt jij voor mij betekenen en wat kan ik voor u betekenen. Ja. En daar groeit meestal het respect wel uit. Maar je gaat ook niet treuren als er iemand doodgaat. Van zijn naaste vrienden, omdat die uit een land komt waar dat dood iets van de normale omstandigheden in het leven is. Zo. Dus die treuren ook niet om de doden. Ze gaan vieren op wat dat ze gedaan hebben in het leven. Ze gaan er een pint op hijsen. Ja. Maar ze gaan er niet triestig over doen. Nee. Want ja, dat is ook wel... ik merk dat in ja, iets wat je straks van mij gaat krijgen, want dat lees ik wel. Maar daar is drank en seks en geweld, dat zijn drie dingen dat ik nu door mijn beperkte kennis van wat ik gelezen heb bij Marvel al van Conan, dat zijn zo bij mij de drie drijfveren van Conan precies. In zijn jonge jaren zeker, ja. Huh? Ah, ja, dan okay. Een battle, geef dan de zoeken zo een van... He wants money if he doesn't have it. And if he has it, he wants to be rid of it as soon as possible. Allee, de eerste keer dat hij een bar binnenstapt, snapt hij toch niet dat hij er moet voor betalen. Dus van... Oeh, geld, wat? Wat? En ja, dan slaat hij natuurlijk heel die barman in elkaar. Ah ja, omdat hij het concept niet snapt. Allee, de tweede keer is hij toch wel mee met het spelletje, hoe dat werkt, maar hij vindt het niet tof. Zie hem. Ja, je hebt dan dat figuur, een jonge Conan, dat heet dan The Chronicles of Conan, neem ik aan, dat ze dat op den duur zo gingen noemen. Ja, of... ze hebben dat zo genoemd, ja, inderdaad. Ja. Of dus Conan the Barbarian, denk ja, ik ook. Ja, van Dark Horse is dat, ja. Dus in die reeks van Dark Horse, ja. Maar eigenlijk was het, ja, Conan the Barbarian. Ja, maar dan is er op een gegeven moment ook het figuur King Conan op de proppen gekomen. Is ja. Robert E. Howard dat ook nog bedacht? Of hebben ze ja, dat erna dat is... nog... Dat is inderdaad iets dat hem zelf ook... Want het voorstukje van de film is ook geschreven door Robert E. Howard. Ah, ja. Henske, Komen, The Cimmerian, Sullen Eyes, Black Hair. Ja, just. En bla 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 bla. En with a Troubled Crown of Acolonia on his Troubled Brow. Dus allemaal van... Ja, dus, dat was wel de bedoeling dat hem leider ging worden van een Romeins-achtig rijk eigenlijk, want toen begon hij ook buurlanden te veroveren en zo ook een gigantisch rijk te vormen. Ja. Dat hem zo, ja. Ik vind dat ook wel weer slim van een fictieschrijver, dat je een personage hebt, dat je dan, ik weet niet of dat in zijn tijd al heel populair werd of was, of dat pas daarna echt de bal aan het rollen is gegaan. Maar dat hij maar wel al vooruitstrevend was en te zeggen van, oké, we hebben daarna. Ik kon er nog iets meer mee doen, want ja, oké, hij had ook al Kull en hij had dan Solomon Kane. Maar hij had hem ook nog gezegd van, weet je wat, die Conan, ah, cool. We gaan die ook al een toekomstvisie geven en we doen een flash-forward en daar gaan we ook avonturen van maken. Dat is toch slim? Ik vind dat wel cool. Slim, oftewel het chaotisch brein van een genie. Ja, oké. Ja, dat is toch waar. Dat is iets dat ik gehoord heb van die kerel dat die Solomon Kane dingen doet op YouTube. Als je dat interesseert, de Razor Fist. Okay. Die doet enorm veel met pulp. Die is ook van plan voor zelf pulp uit te brengen. Alright. Die is nu van plan voor Solomon Kane dat te doen. Heeft van Frederik Malmberg nu ook al het groen licht gekregen voor het te doen. Dus die gaat ervoor. Zalig. Gast. En die gast is echt wel enorm in L.A. Noir en pulp en zo. Ja. Maar om erop terug te komen, dat komt van hem eigenlijk. Dat hij zegt van Robert E. Howard, oftewel was dat enorm doordacht. Maar ik denk eerder dat een chaotisch genie was. Ja, maar ja, er zijn er doorheen de geschiedenis altijd zo twee mensen geweest. Hè? Je hebt de geordende genieën die een plan opstellen en weten waar ze naartoe gaan. En je hebt er anderen die zeggen van, oké, elk idee dat ik heb is volgens mij goed en we doen dat. En uiteindelijk blijkt dat dan ook altijd ook keigoed te zijn. Het is daarom dat ik een beetje gelijk sta met Tolkien. Ja. Dat Tolkien is die geordende
Ja. Hij wist waar dat hem naartoe wilde. Het was ook een professor in literatuur natuurlijk. Ja. Hij wist waar dat hem naartoe wilde. Hij wist wat hij wilde doen ermee. Die had zelfs een handboek geschreven voor zo'n boek. Dat je denkt, holy crap, dan weet dat wel wat je En toen hij Robert E. Howard, de complottheorist, dat gewoon gaat en geeft. En waar dat hem uitkomt. Zalig. Ja, het blijft ook altijd een raar ding. Ik weet niet of iemand ooit ook die opmerking heeft gegeven, want ik ben zelf fan van He-Man en van Slane. Ik weet niet of je die figuren kent. Slane niet, He-Man wel. Ja, voilà. En Slane is eigenlijk ook een kelt die ook alleen maar een kilt aan heeft en ook altijd is op bloot bovenlijf rondloopt. Ja, wacht, ik denk dat er wel dingen van zien liggen bij jullie. Dat die in een berserker rage en die gaat ook altijd mythische wezens afmaken. Ja. Maar dat is dan het hele ding van, wij zijn mannen, wij zijn heteroseksuele mannen, en wij zijn zot van een kerel met een onderbroek aan in zijn bloot bovenlijf. Ik vind dat heel grappig, en daarom dat ik eerst het even voorbereid door te zeggen dat ik zelf fan ben van He-Man en van Slane. Maar dat is toch bizar? Is dat een beetje een male power fantasy? Ja. Zo simplest. Ja, niet? Dat is, ja. Ja, zoiets van, grave kast, zou ik ook willen hebben. En ik zou ook krijgen, gewoon... Ik denk dat dat ook een beetje is, dat primordial, omdat je die vrijheid zet een beetje jaloers op. Die vrijheid aan die mannen, die trekken er sandalen aan en die gaan gewoon. En die zien delen van de wereld en nu is dat allemaal zo ordend. En ik denk dat dat een beetje jaloezie is ook. Ja, voilà. Ik denk in de huidige maatschappij, als wij zo eens een keer ons goed willen uitleven en alles kort en klein slaan, binnen de kerst werd opgepakt door de police. Maar ik denk inderdaad, daar redden wel een heel groot punt. Ik denk dat dat een beetje jaloezie is. Want, ook van... wie was dat nu weer dat zei? Ik denk dat het ook van dingen van Tolkien komt. De wereld wordt niet kleiner, maar er zit gewoon minder in. Hoe meer dat we weten. Hoe meer dat we weten, hoe minder dat er in de wereld zit. En iemand gelijk een Tolkien en een Robert E. Howard komen uit een wereld dat dat wetenschap echt in zijn startblokken begint te staan en echt begint te propelleren naar waar we nu staan. En toch dat mythische ook zo'n beetje, want... Ja, want Howard heeft nog Native Americans gekend en hij had daar superveel respect voor, want daar heeft hem ook ooit een keer fameus over uitgesproken, over slavernij, wat voor een afgruwelijkheid dat hij dat vond en wat een Amerikaan met de Native Americans heeft gedaan. Die vond dat walgelijk. Die vond dat echt walgelijk, want die had zoveel respect voor mensen die in contact stonden met oudere beschaving. Zo. Ja, je hebt dat zojuist ook benoemd, hè, want heel af en toe proberen bepaalde overlords, ook van Conan, ook een slaaf te maken, wat nooit niet lukt natuurlijk, want de kerel is gewoon mega pist altijd. Maar... Maar dat gebruikt hem. Nee, voilà, zeker. Maar dat gebruiken ze dan ook. Maar om dan nog inderdaad terug te komen op dat feit van het is inderdaad wel een male fantasy dat je gewoon op café kunt gaan, kunt zuipen wat je wilt, vrouwen op je schoot en als het je niet aanstaat, dat je de keet kort en klein kunt slagen. Dat zit in elke vent misschien stiekem wel ergens. Stiekem. We gaan dat niet toegeven, maar dat zit er stiekem jammer genoeg wel een beetje in. Ja, en sommige mensen proberen dat toch te bewerkstelligen en dan worden ze opgepakt of dan zijn het voetbalsupporters of weet ik veel. Hè. Maar inderdaad, ik denk dat er wel een punt zal, het zal daar wel ergens vandaan komen. Dat is zo. Ja. En ook dat nood naar avontuur. Zo. We weten meer en meer van de wereld, maar je begint zo het gevoel te krijgen dat er minder in zit. Hoe meer je ervan weet. Ik denk dat dat ook een schoon reclameken is voor de winkel. Het feit van dat je nood hebt dat aan avontuur in een wereld... Escapism. Waar je niet gemakkelijk aan avontuur van je eigen kunt geraken, dan lees het liever in die dingen. Dat is wel. We gaan nog eens eentje doen op uw lijst. Hè? Want favoriete comicboek. Daarom zeg jij Old Marvel Conan. Dus was echt de eerste verhalen van Conan, dat waren de betere dan. Of... Ja, Roy Thomas snapte dat karakter. Nu, Zub snapt het karakter ook. Ja? Zub snapt het ook. Okay.
ervoor, wie was het? Jason Aaron. Ik kwam soms in de buurt, maar het ontglipte hem gelijk. Soms hij snapte het niet 100%. Okay. Allee, dat idee had ik toch altijd een beetje mee. Ja, ja, ja. En wat snapten ze dan? Ja, dat is een gevoel, hè. Dat is gewoon moeilijk in woorden te omschrijven, ze neem ik aan. Maar dat is, ja, bepaalde... Je hebt soms schrijvers die iets overpakken en gewoon gelijk een automatisme precies, of alsof dat er ergens een standaard, dat je dat standaard op school leert, van ja, als je iets hebt dat je moet overpakken van een vorige, pakt gewoon alle clichés en herbruikt die gewoon. Mm. En soms voelde dat heel hard dat die schrijver dat ja, gewoon klakloos, ah ja, hij gaat een dia dan tegenkomen. En ah ja, die is ook populair, dus dat schrijven ook ineens in het verhaal zelf. Dat je één verhaal hebt waar al die clichés onder lopende band passeren, dat je denkt van ja, je zegt gewoon een schrijver die alles even herkoudt zonder dat... En een flutverhaal schrijft om gewoon maar al die dingen even aan te kunnen toetsen. Ja, ja. En dan moet dat zogezegd een succesvol verhaal zijn. Ja, zo marcheert dat niet, denk ik. Maar bij Roy Thomas was het vooral... Hey, we zoeken eens gewoon een documentaire over. Ik kan u dat wel allemaal een keer doormailen als je er interesse in hebt. Dat is allemaal op YouTube. En dus die... Roy Thomas had gezegd tegen Stan Lee van, goh, we krijgen toch wat fanmail, dat we toch wat fantasy zouden moeten doen. En Stan had gezegd tegen Roy van, ja, zoek iets, hè. Ja. Roy Thomas had al de Lancer paperbacks, wat dat toen Conan had, maar dat was ook aan het uitfouteren, zo. Dat was ook allemaal een beetje schoon geschropt voor grote productie. En Roy zei van, goh, ik zou dat wel een karakter kunnen twillen. Die had eerst een bot gedaan op een ander karakter, omdat hij dacht dat hij Conan niet kon krijgen. Maar toen bleek het dat hij Conan wel kon krijgen. En Roy zei van, deze ga ik niet laten schieten, ik moet deze nemen. Ja. En die heeft dat toch gepakt en die heeft gezegd van, goh, zal ik die eerste 5 of 6 schrijven? En toch geven we het al over aan iemand. Maar tegen dat hij die eerste geschreven had, had hij gezegd tegen Stan van... gast, ik kan die blijven schrijven, man. En nu af en toe plezant. Ja, en nu schrijft hij er nog af en toe een paar. Dat hij zo gelijk met de laatste nieuwe Savage Sword of Conan had hem er ook nog twee geschreven. En ook supergoeie eigenlijk. Hij snapt het karakter echt goed. Ja. Nog even tussendoor, wat is dan nog eens het verschil met Savage Sword of Conan? Waarom is dat nou nog een ding apart? Savage Sword heeft Marvel uitgebracht omdat ze... Gewoon een extra, een parallel verhaal. Nee. Omdat je de comic code hebt, waar dat je moet aanhouden aan bepaalde dingen. Ja. Ja. Maar als het een zwart-wit was, stelde dat geloof ik. Ik weet niet juist wat het was. Ja, we zullen wel. Maar de Savage Sword... Dat was echt savage. Die was in een tijd zwart-wit, topless vrouwen, hoofden die afgekapt werden, liters bloed die er vloeiden. Nice. Dus die hebben die speciaal voor die comic book code te ontwijken. Die was ook 16 plus of 18 plus in die tijd waarschijnlijk. Alleen want die leeftijd is nu misschien wel naar beneden gegaan, maar vroeger was dat voor volwassenen eigenlijk. Oké, vandaar. Deal. Daarom dan die ook in zwart-wit allemaal zijn. Favoriete comic book figuur? Ja, Conan. Maar ik kan u even ter plekke doen denken. En dat is ook zo een nieuwe vraag dat ik er misschien soms al wel eens met een twist wil geven. Ja, je hebt favoriet comicboekfiguur, maar het ook een favoriete film. En ik denk dat ik dan al weet wat ik ga zeggen, want hij heeft ook een standaard film die eens terugkomt, of vergis ik mij? Is dat niet? Ja, Tulsa Doom. Ja, voilà. Tulsa Doom. Nee, het is niet Tulsa Doom. Tulsa Doom is van Kull. Wordt wel gebruikt in de films, maar. Is van Kul. Tot Amon. Ja, oké. Okay. Tot Amon is de standaard villain van Conan. Allee, standaard is... het is een black circle eigenlijk. Ja. Wizard van over heel de wereld en zo. En hij komt er op het eind van zijn leven wel meer in aanreiking, omdat Stygian Empire, wat dat eigenlijk Egypte is, eigenlijk onder zijn heerschappij is natuurlijk met zijn rijk dat uitbreidt, komt er natuurlijk in aanraking ermee, meer en meer. Maar echt, een vaste villain. Hij zet hem een beetje... Want eigenlijk, Conan heeft geen goede villains, eigenlijk. Nee, het is wel zo, ik denk, Dorjus zei dat ook, van wetenschap stond zo in zijn startblokken en zo. En dat gebruiken ze ook altijd in, zowel in Lord of the Rings
Oké, je hebt er een paar goeie, maar wetenschap en dan dat weer in zulke verhalen vertaald door magie, dat was meestal de slechterikken aan de magie. Hè? Toch de meeste. Oké, bij de goeie hadden dan een hoop wizards waar het een elf van dood was en je hebt dan nog de white wizard en de brown wizard. Maar bij Conan haat magie, hè? Ja, maar omdat ook alle magie afhankelijk is van... Want het magiesysteem is eigenlijk vrij simpel bij Conan. Alles wat dat magie is, slecht. Komt uit... Nee, niet slecht, maar oftewel uit drugs. Want je hebt een drugssysteem dat magie versterkt of zo. Maar ook door artefacts. En meestal zijn die artefacts gelinkt met goden en met... Ja, weer die H.P. Lovecraft-toestanden. Zo, dat zo ja, dark... mystical beings die... Want dat is ook een beetje het probleem. Dus, ja, Conan is geen fan van magie, en het is juist door zijn barbarisme dat hem opeens in een instinctfase kan gaan, dat hem er kan overzetten. Want, een berserker rage toestand of... Nee. Ik had meer instinct, een overleving instinct. Zo, want ze noemen hem ook de Black Panther. Okay. Op sommige... Ja, ik weet, Marvel heeft ook er een Black Panther. Nee, maar... Conan was eerst. Ik denk zelfs dat het dier gewoon eerst was in de wereld. Ja. Dus het is geen copyright of zo. Conan had die naam geërfd omdat Symeria Black Panther zat en het was zijn eerste jacht. En zijn keel werd gestolen door een panter, dus werd hij een panter moord eten voor vanavond. Daar kwam het op neer eigenlijk. Maar, en dat is ook een zo raar verhaaltje dat er ooit ergens in een addendum stond en eigenlijk door vreemden en mensen gelezen wordt. Maar eigenlijk echt bad guys. Ik denk dat de wereld is eigenlijk de bad guy. Ah. Ik weet niet of dat je iets van cyberpunk kent. Ik weet wat dat gegeven is en ik ken de game heb ik eens zien passeren. Ik ken dingen natuurlijk, je kent Blade Runner en dergelijke. Dat zijn allemaal cyberpunk-achtige dingen. Ja, en Cyberpunk 2077, de game, eigenlijk ook van de bad guy is gewoon die stad. Ja, voilà. Die stad met alles naar je toe voor je te breken. En jij moet gewoon blijven overleven. En ik denk dat de bad guy is bij Conan. Eigenlijk die wereld dat gemaakt is uit... Ja... Het gaat wel lichtpuntjes in de steden, maar eigenlijk buiten die steden is het allemaal kommer en kwel. Kommer en kwel is veel gezegd, maar dus die wereld is eigenlijk de bad guy. Ja, de wereld... Het is ook een beetje... Met momenten is het ook een wasteland en dergelijke. Hè? Je ziet hem ook als een beetje een lone wanderer met momenten. Het... Low Wanderer gegeven komen we vaak tegen in veel comics en zo, maar bij hem past dat ook heel hard, hè, dat hij gewoon van avontuur naar avontuur trekt in een wereld dat tegen hem is. En dat is, ik denk dat hij altijd, de Hyborian Age is very hostile en dat is eigenlijk de grootste bad guy en het creëert mensen die slecht zijn, gelijk dan iemand gelijk een Totamon. Dat zich overgeeft aan een dark god. Wat er met de Egypte gedaan heeft, is ook wel leuk als je de Egyptische mythos een beetje kent. De Ra overheerst. Ja. Robert D. Howard heeft dat omgedraaid in Set One. En dat is die gigantische slangen die je in eigenlijk veel artwork van Conan ziet. Dat is eigenlijk de Egyptian god. Overlast hadden jullie ook een comic ervan. The Story of Totamon. Dus ik denk dat die jaar geleden bij jullie lag. Dat staat niet in mijn bakje, maar ik had zo'n... Ja, die weet dat toch niet, dat dat van Conan is. Maar jullie kunnen... Allee, dat is iets. Ik leer bij, daarom dat ik deze podcast doe, hè, om net de Lornerds, de Lornerds gaan dat weten als die Totamon zien staan en zo'n... ik zal het onthouden. Is Conan ooit al eens dood gegaan? Dood is dood. Dat is zijn verhalen waar hij dood is. Want dood is dood. Dus geen reïncarnatie. Dat is gewoon... Want die King Conan is dan een oude mens, hè. Hij heeft dan een baard, hij is grijs, maar hij is nog verre van dood, hoor. Hij is eigenlijk meer slachtoffer aan het worden van zijn eigen kommer en kwel. Daar zat Jason Aaron wel goed in de buurt. Had hij een stukje geschreven van King Conan, dat hem zo
op zijn troon zat. Zijn vrouw werd toch op zijn zenuwen, zijn kinderen werd toch op zijn zenuwen. Maar... hij was dat niet graag, hij wilde avonturen. En toen komt hem een leeuw tegen, dat ook gebroken is in een circus. En hij ziet in zijn stad, in Acolonia, dat er enorm veel criminaliteit is. En zijn guards doen niks. En je kan zijn guards zitten uitkafferen, maar dat helpt allemaal niet. En toen begint hem dat zelf te doen samen met die... omdat hij ziet dat er in die leeuw nog gevecht zit. En toen begint hem bij hem ook te merken van... goh, er zit hier ook maar nog wat in. Ja. En toen begint hem dat zelf te doen, masked. En ja, toen zat Jason Aaron wel echt in de buurt. Ik zeg van, ja, hij zit er bijna. Er zijn wel al 5 stories in, maar... Ja. Dat is, ik stel ook die vraag, omdat ik inderdaad de heropleving van Conan bij Marvel mij herinner. Want ja, ik heb het meegemaakt als zijnde hier in de winkel al. En die story arc heet ook The Life and Death of Conan. Ja. Dus je merkt dat wel. Ja, een death in een titel wil niet per se death zeggen, maar dat is richting einde gaat van zijn avonturen. Dus ja, daarom even de vraag van, ja, maar... voor zo'n personage zou inderdaad wel dood, echt dood zijn. Ja. Dat snap ik. Wat eigenlijk niet slecht is, als ze dat gewoon is als fictief what-if-verhaal of een toekomstverhaal, dat hem ons een einde komt. Dat wil niet zeggen dat die comicboekreeks daarmee moet stoppen, maar dat we gewoon zo eens de flash-forward krijgen van heel Elisu heroisch mogelijk, natuurlijk. Op de Lore-Discord is die discussie een beetje aan de gang. Ja. Een paar maanden geleden was die aan de gang. Wat zou zijn een dood zijn? We zijn uitgekomen dat hij waarschijnlijk sterft, want het is nooit opgeschreven, maar waarschijnlijk sterft is een bed uit miserie, omdat hij niks niet meer heeft. Ja. Omdat hij alles heeft moeten opgeven voor verantwoordelijkheid voor zijn koninkrijk. Ja, een beetje dan gelijk. Ook overheeft als zijn zoon dan ook, die ook een goede heerser is. Maar zijn zoon daarna begint dat af te zwakken. Een beetje een vergelijk dat way out of left field komt misschien. Maar heb jij ooit de Shield gezien? Nee. En wel, de Shield, dat is iets helemaal anders. Hè? Dat gaat over corrupte flikken en weet ik veel wat. En de baas van die corrupte flikken, dat eindigt met dat hij uiteindelijk een gigantisch schat heeft en dit en hetgeen. En hij is dat allemaal kwijtgerokt en hij is zijn eigen vel nog kunnen redden. En die komt uiteindelijk in een deskjob terecht, waar het hem niet meer buiten mag. En dat je niks met Conan te maken, maar gewoon dat laatste scène, dat je zo in de verte sirenes hoort en door zijn raam zit te zien en zit van shit, ik zit hier vast. Ik wil ook. Ik wil ook, maar dat is het enige wat ik nog mag doen of kan doen. Ik vind dat wel interessant eigenlijk. Dat doet mij ook een beetje denken aan dingen, aan Old Man Logan. Ja, voilà. De gebrokenheid. En... ja, de gebroken ook. En je wilt wel nog, maar je voelt dat allemaal zo goed niet meer gaat. En het wordt een beetje deprimerend na een tijd, maar het heeft wel zijn waarde voor uw hero zo te laten gaan, eigenlijk. Ja, voilà. En dat er toch nog iets is waar u ineens heel kwaad kan maken en dat je ineens alles vergeten en dan toch nog terug in actie schiet. Dat zou... daarom was die film ook wel vreemd emotioneel, eigenlijk. Ik kan nog maar een stukje zien, ik kan hem hier leggen. Maar ik kan nog maar een stukje zien, ik heb hem overlaatst gekocht. Dat gaat er nog goed vinden. Dat gaat nog, Ja, ik pest ook wel. Ja, de acteur is ook niet slecht, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Zeker na 10 jaar dat geweest is. We gaan eens naar mijn artwork kijken. Hè. Yes. Ik ga dat hier nog even googlen, want ik heb het wel later moeten maken. Dus juist. Maar iets googlen is sneller. Becky Cloonan. Yes. Omdat ze de beste rendition gemaakt heeft van Belit. Onder Dark Horse. Ja. En ja, ik kende later, omdat een Thomas, ik stuurde die tekeningen door naar een Thomas, en die zei van, dat is van Becky Cloonan. En toen zijn ik beginnen zoeken, want ik lees geen covers. Allee, de cover van een comic, ik lees dat niet. Wie dat die schrijver is, interesseert me niet. Zo was ik ook voordat ik de winkel had. Hè. Dat ken ik maar al te goed. Maar Becky Cloonan heeft de introductie van Belit zo schoon getekend. Mm-hmm. Zo, dat mysterieuze... Op haar piratenschip, vol met gasten van de Black Coast. Dat zijn Afrikaanse stammen. En zij is dan spierwit. En al die gasten zien eruit gelijk demonen vergeleken met haar. Ja,
Ja, deze is de introductie, hè? Dat is vrij duidelijk. Arakonen vond ik niet zo goed getekend, maar haar beeld vond ik zeer prachtig gedaan in haar artwork. Ik kan eens zien. Wacht, hè. Ik heb hier een cover. Ik zal die laten zien. Dat is Queen of the Black Coast, part 1. Becky Cloonan. Deze is dan Belit. Dat is dan ook, als ik het dan juist heb, een van de enigste vrouwen die effectief... Ja, zijn eerste. Ah, ja. Maar die heeft een paneeltje. En ik had u juist doorgemaild. Prachtig paneel. Oké. Okay. Dat is... Conan is juist ontsnapt uit een stad waar ze zijn hoofd willen. Je heeft er die magistraat zijn hoofd afgekapt. Dus die springt op een paard. Die moest zo snel mogelijk uit die stad. Dat is geluid een havenstad. Dus die rijdt met paard en al de haven in. Hup, paard los, water in. Die zwemt naar het eerste handelsschip dat hem ziet. Die klimt aan boord. Die wil hem eraf shotten. Maar die zegt van nee, gaat er mij niet afshotten. Anders gaat er niet wat gebeuren. Okay. Want hij heeft nog altijd dat zwaard van die Ingard in zijn pollen. En toen komen ze op een akkoordje van oké, het is goed, je mag mee. We moeten hier toch al even niet meer zijn. Yeah. En die zeeman begint te vertellen over een piratenschip. Een vervloekt piratenschip over een crew zo donker als de mensen van de Black Coast. Yeah. En ja, dus elke keer dat ik dat lees, lees ik dat echt zo met een opera stem. Ik kan er niet aan doen. die zeeman is aan het vertellen en je ziet zo een zoom in haar tekeningen en die eindigt zo met Belit haar ogen vuur rood en je beseft van man, je heeft juist die gasten beloofd dat hij er ging beschermen, maar als hij die vrouw tegenkomt dan gaat er veel moeten gebeuren voordat hij die belofte nog houdt. En dan de nacht erna droomt hij ervan dat ze verdronken worden in een poel water. En ze heeft dat zo schoon getekend. Die heeft dat zo prachtig getekend. Dat is echt... Dan begint de andere artwork van haar te zoeken. En al de artwork van haar vind ik wel, dat is het. Dat hij een zeeman aan het vertellen is. En... Dat is wel heel graaf. Ja. Gewoon het feit dat je een gezicht zo... Ja, contourengewijs, zeker die lippen. Uh-huh. Ja, dat is waanzin, hè? En ja, als je dan kijkt naar Becky Cloonan, de rest van haar werk, die heeft wel die accenten zo in rood. En ik vind het altijd wel schoon. Ja. Zo een comic dat zo void is van kleur, maar toch één kleur dat er dus echt uitpopt. Ja, bloedrode lippen zijn sexy, hè? En dat is wel knap. Ja, maar niet alleen dat, maar wat had je dan nog? Nog van die comics, hè? Dat is zo'n beetje... kleurloos is, maar één kleur springt er zo uit. Zo. En ik vind dat altijd wel schoon. Ik kan nu niet op andere tekenaars komen. Dan dat nee, maar oké, dat is geen probleem. Maar je hebt er zo wel een aantal zo, die af en toe zo eens ineens een accent op iets leggen, die dat waanzinnig... Ja, de dingen heet dat, en Frank Miller heeft dat ook gewoon geprobeerd, maar dat was dan echt de bedoeling. Beetje... Hè? Dat lag er vinger dik op dat de bedoeling was. Terwijl hier is dat... subtiel en ook niet subtiel gedaan. En daardoor valt dat nog des te harder op. Mm. Zeker omdat die vrouw net een witte huid heeft. Toch bloedrode lippen geven. Vuur dat uit ogen komt. Ja, dat maakt sfeer. Hè? Dat is wel... Ja, en ook omdat je zoiets hebt van... Allee, je hebt dat drugsysteem in Lotussen. En dat er altijd zo'n beetje het idee was van... Hield die echt van die vrouw? Of was dat puur omdat ze hem ergens gedrogeerd heeft? Dat ik het niet weet. Ah. Is dat ergens... Want ze gebruikt haar vrouwelijkheid natuurlijk. Maar ja, als krijgster doet hij ook niet onder. Dus hij heeft er een soort respect voor. Hmm. Ja, als je dat dan leest, dan heb je zoiets van... Ja, oké, dat is vogel voor de katten. Ik vind dat ook altijd... Dat bewijst toch maar weer, hè, ik ben niet... ik ben goed opgevoed en seksisme zegt mij absoluut niks en weet ik veel wat. Maar ik vind het aan mijn sokker voor verhalen waar je een man hebt die supersterk is en alles afslaagt wat je maar wilt, maar toch een vrouw is. En,
getemd die wordt hem... door een vrouw. Ja, voilà. Dat vind ik ook altijd prachtig. Voilà, maar dat is niet per se wishful thinking of zo. Maar dat heeft iets. Dat je een bepaalde romans in, dat je zoiets hebt van zie. En dan hoeft dat zelfs niet bepaald... Allee, er zit een romantiek in op het feit van dan hoeft dat nog niet eens een sterke vrouw te zijn. Of een vrouw die dat puur van andere persoon eist, maar op een heel subtiele manier... Dat kracht is niet krijgt. Alleen lichamelijk, hè. Dus... Ja, voilà. Het is... Ja, inderdaad. En dat moeten we ook wel zeggen, als je zo kijkt naar Robert E. Howard's Dark Agnes, dat is een karakter rond de Franse Revolutie. Ja? Dat is een vrouw die uitgehuwelijkt werd aan een huis van Lodewijk, dus Lodewijk de 16e. Dus die zou in royaal bloed, maar die wilde dat niet. Dus die bolde het thuis af. Oh, en die ging gewoon mercenairetje spelen. Ja, maar zie, dat zeg je al niet. En op het eind, tijdens de Franse Revolutie, komt hij dan ook in opstand tegen haar eigen koningshuis. Ja, omdat ze heel Frankrijk rondgereisd heeft, haar hersenen gebruikt heeft en gezien wat er gebeurde. En... Voilà. Dus Howard heeft wel een paar goede sterke vrouwen. Dat ja, absoluut. Gelijk Valeria, en gelijk in de film ook. Eigenlijk is dat Belit. Ja. De Valeria dat je ziet in de film is eigenlijk Belit. Ah, ja. Haar verhaal een beetje. Ja. Ja, ik zeg het zo over die Dark Agnes. Ja, in onze tijden gaan ze bij Dancing with the Stars, blijkbaar. ik kreeg royaal bloed. Oké, dan. Maar dan ga ik nu wel Dancing with the Stars doen. Blijkbaar. Yep, blijkbaar. Dus, allee, ik volg dat niet, maar dat is het enige dat ik ervan gehoord heb. Dat ik dacht, oh my god. uw favoriete verhaallijn dan? Hè? Want er zijn er zoveel geschreven. Kun jij er een getal op plakken hoeveel verhalen dat er van Conan zijn? Officieel? En dat is gewoon puur, hè, schudt hij het in uw mouw. Van Robert waarschijnlijk een stuk of 10. Gewoon 10, oké. Okay. Ik denk het, ongeveer zoiets. Als ik het uit mijn hoofd moet tellen, de bekendste, ja, een stuk of 10 denk ik dat hem zat. Ja, en nu zitten we waarschijnlijk op een kleine... Ja. 100 issues. Honderden. Ja, ook al die verhaallijnen, hè. De Savage Sword, de King Conan, Chronicles of Conan, Conan the Barbarian. Die serie nu van Ablaze, dat uitgever. De Cimmerian. Ja, die zijn echt de boeken aan het... Allee, echt de verhalen van Robert E. Howard in stripvorm aan het steken, eigenlijk. Okay. Daarom dat veel mensen zijn die het onderdeel The People of the Black Circle, dat enorm veel tekst was. Dat was Robert Sine Howard, Cimmerillion eigenlijk. Een beetje dat is een comic book. Dus dat is geen goed idee eigenlijk. Want er komt zoveel informatie en dat is een muur tekst dat eigenlijk in die comic staat. En ze proberen dat er wat tekeningsjes op te tekenen. Oké. Soms gaat dat heel vaak zo, dat ze dingen proberen te vercomicken of andersom. Zeker als het andersom is. Als er een comic van een film wordt gedaan, is nooit niet zo goed als een film van een comic. En hetzelfde met een boek. Een boek vercomicken is... Soms zit dat erom, soms zit dat eronder. Meestal zit dat eronder. Of gelijk van een comic een film maken, gelijk kijk naar 300. Ja, wat pas op... Het is een leuke film, maar als je daar kijkt. Maar daar is de link anders, omdat... Dan komen we weer terug bij dat ding dat we straks zeiden, van dat een artiest zo belangrijk is voor de sfeerschepping van een film. Ja, comics zijn op zich al storyboards aan zich. Hè. Het staat er aan in de comic aangeduid wat een regisseur moet doen. Het is natuurlijk, als die regisseur zo een beetje zijn eigen goesting doet... Ja, diezelfde regisseur heeft Watchmen dan weer wel goed verfilmd. 300 wil ik mijn eigen nog wel... Best een leuke film. Ja, voilà, dat wel. Maar het is anders. Het is anders. Het is anders, ja. Maar ja, favoriet is verhaal. En dan. Ja, voilà. Favoriet... Sorry, zeg maar. Dat was Tower of the Elephant. Ah, dus, voilà, kijk. ja, maar... Ook gewoon, als je dat verhaal leest, dan snap je ook waarom dat aanspreekt. Ook bij mensen die wel iets van geschiedenis en religie willen weten. Dat is zo'n... dat is een toren. Ik vermoedde dat al. Ja, een magier woonde in die toren. Ah, geen olifant. Nee, oké. Okay. Wacht, daar komt het nog. Want Conan had nog nooit olifanten gezien. Want de eerste beschrijving dat hij ervan hoort is van ja, een olifant is een beest met een staart aan alle twee kanten. Ja, dus die slurf. En
dan, dan zeggen ze wel van ja, maar er is er een kristal met enorm veel magie, maar staat wel goed in de markt. En die toon staat natuurlijk in Zemeria dat het dievendang van de wereld is. En iedereen probeert die toon te beklimmen, maar niemand raakt voorbij de tuin. Okay. Conan is iets van, ik raak wel voorbij die tuin. Dus inderdaad, die raak voorbij die tuin. Die kan die wachter uitschakelen daar, die kan die leeuwen uitschakelen met een beetje hulp van een andere dief. Okay. En toen beginnen ze die toren te beklimmen. Bovenaan die toren komen ze een gigantische spin tegen, die een andere dief sterft. En toen komt die uit waar dat, het verhaal, de naam, vandaan komt. Komt die een wezen tegen, menselijk lichaam, een olifantenhoofd. En toen denkt hij direct van, ah, India, Ganesha. Ganesha, ja. Hij zegt van, oké, dat heeft hij daaruit gehaald. Dat heeft hem gewoon uit het hindoeïsme gehaald. En Tom begint dus te kijken van, waar heeft hem nog dingen uit gehaald? En daarom is dat mijn favoriet verhaal. Gewoon daarom, omdat Tom direct ziet van, hij probeert er een goddelijk karakter als een wezen af te beelden die zijn magische kracht wordt... magische kracht wordt leeggezogen door een tovenaar eigenlijk. Dus ook gewoon ja, die link met hindoeïsme vond ik wel prachtig daarin. Ja, dat heeft voor u een bepaalde nostalgische trek, waar voor u eigenlijk een bepaalde catharsis, ja niet, maar wel dat er ineens uw frank viel met, ah ja, hij zei... Het wekt interesse. En toen begint je te denken, waar heeft hij dat allemaal gedaan? Want dat is een mens dat nooit Texas verlaten heeft. Wat wou jij toen al lang Conan ontlezen, toen je dan die voor het eerst... Dat was echt een van de eerste... Ja, het is daarom misschien ook wel dat een van mijn favorieten is. Maar ja, dat is een... Want dan heeft hij ook nog een verhaal over Yetis. De Frost Giant's Daughter is daar ook een beetje mee gelinkt. Ja. De eerste keer dat hem slavernij komt, is dus door een Yeti-achtig... civilization ook, zo, dat je zegt van allee, dat is een mens die nooit uit Texas gekomen is, die heeft misschien het verste dat hem ooit van zijn huis, 50 kilometer gereisd. Ja. En maar, toch weet hem zoveel van de wereld en legendes en mythes. En, ja, dat... ook zijn Solomon Kane ook, zitten ook veel legendes in uit Afrika en zo, dat je zegt van, hoe zelf? In de jaren 1900, allee, begin 1900. Maar een Hergé deed dat ook, hè. Die kwam ook zijn huis niet uit. En die heeft dat allemaal opgezocht en naar heel veel documentaires gelusterd en gekeken. Ja, die heeft ook alles gewoon van ziens overgepakt. Je hebt heel veel boeken over, die had dat ook zo. Ja, moet dat wel respect voor nemen eigenlijk. Want allee, die internet was... Allee, nu is het van, ah, ik wil dat weten. Nou, Google open en zoek het ergens op ze. En, maar die mannen, allee, dat is echt in een bibliotheek, beginnen zoeken. En natuurlijk begint er daar veel complottheorieën uit te komen en legendes. Natuurlijk. Want niet alles dat ze vinden is per se dan de juiste bron. En er zijn zo'n eigen ding van gaan maken, waardoor dat je soms denkt, maar het is niet helemaal wat dat is. Hè. Maar als je het in het tijdperk ziet, dan is ook van, ja, het klopt ook wel, want die mensen... Tuurlijk. Archeologie stond ook in zijn jonge voetsporen dan nog. Hè. Dat is, Ik denk dat ik ook zo eens ergens een verhaal heb gelezen dat ze hetzelfde met draken in riddertijden en zo. Ja, dat is gebaseerd op dinosaurusbotten. Hè. Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Dus dat is ook zoiets dat ik wel graaf in zulke dingen dat daaruit voortspint. Karel Biedelow heeft daar ook een verhaal over, by the way. Ik denk dat ik dat daar er nu ergens op kom, dat inderdaad het Rode Ridder komt. Ja. Even iets helemaal anders, hè. Favoriet ander beeldverhaal. Oudere films, ja, daar verschiet ik niet van na ons gesprek. Oude horrorfilms, ja. Nee. En Bleach. Hoe komt het daarbij? Omdat ik ken als het idee dat als we nog echt goede animatiedingen gaan krijgen, dat van Japan gaan komen. En ik heb Bleach altijd wel een leuke serie gevonden. Zo'n roodharig manneke. Dat is zo koppig. Zo'n beetje een chosen one, maar je wil het niet zijn. En je hebt er eigenlijk niet zoveel hoestingen. Natuurlijk, het eerste van manga, van anime, was ook Goku bij mij, natuurlijk. Ja, maar ik vond Bleach toch nog altijd iets... En ook, Ichi, die een horror schrijft, die
Junji Ito. Ja, ik kan die naam niet uitspreken. Een collega kan dat misschien beter uitspreken, want die is zo meer thuis en die dingen. Hè. En ja, ook zo, ja, in Bleach zit dat ook zo'n beetje zo. Ja, dat gaat ook weer naar die Lovecraftian ideeën, naar zo ja. Mythische horrorwezens. En, ja, ik vind dat altijd wel als we iets hebben. Wat je noemt dan ook, hè, oude films, oude horrorfilms. Noem die eens wat titels. Wat heb jij dan zo graag? The Exorcist vond ik vrij goed. Ah, ja. Allee, en ook, ja, en ook zo gelijk Chucky, de eerste film. Slasherfilms heb ik het niet zo voor. Nee. Maar gelijk de eerste Alien film of zo, wanneer dat ze nog poppen gebruikten voor de ja. horrorfilms te maken. Ik vond dat echt prachtig. Ja. Ja, en dat ze ook effectief. Dat de special effects effectief moesten praktisch gemaakt worden en dat ze zo hard mogelijk hun best moesten doen. En ook waarschijnlijk omdat er het verhaal wel meer hapbaar was dan nu. Ja, ja, en als je dan kijkt gelijk naar een film gelijk, wat is het? Alleen met Jack Nicholson. De Shining? Van Kubrick. Ja, The Shining. Dat is zo'n trage film. En eigenlijk gebeurt er ook niet veel in die film. Maar hij grijpt dat wel. En hij blijft te grijpen voor zolang dat hem speelt. Nou, het ligt ook natuurlijk wel aan Jack Nicholson. Die, hoe langer dat die film speelt, meer en meer op Jack Nicholson begint te lijken. Ja, zo'n grapje met vrienden dat me zeggen van ja, hoe langer dat The Shining speelt, hoe meer dat om Jack Nicholson begint te lijken. Ja, hoe minder dat dan begint te acteren. Hè. Ja, hoe meer dat om zijn eigen begint te lijken. Maar ja, The Shining, dat is, eigenlijk wordt er niet zoveel horror. Ja, misschien in die kamer alleen met die. En, ja, dat bloed. Ja, in die met die oude madame. Hè. Ja, en toen zit ook weer met een scenarist, gelijk een Kubrick, dat is zo dezelfde kaliber is als een John Milius. Dus slavendrijvers van directors, maar goede films hebben gemaakt. Ja. Die een visie hebben en dat kost wat kost willen bereiken. Ja, dat is zo. Ja, dat zijn actrice dat Shelley speelt bijna zot gekregen heeft en dat hem opzij van ja, die woede wil ik, omdat hij ze zelf zo pest afgemaakt heeft. Zalig. Die woede wil ik nu in mijn sense. Voilà. Ja, dat was typisch Kubrick ook wel. Ja, als je kijkt naar Clockwork Orange, ook van hoe komt op die film, man? Ja, ja, dat is dingen, hè. Dat is Clockwork Orange. Is ook wel van een boek. Ja, ja. Maar, hey, ja, dat is maar je moet er toch maar beeld willen geven, want inderdaad, die boek alleen al is al ultra-violence en dan... Ja, je krijgt er een depressie van, man. Ja, je krijgt er een depressie van. Dan moet als regisseur maar goesting hebben om te zeggen, weet je wat, hey, we hebben een boek al gelezen, dat was al heel deprimerend, maar we gaan er beeld aan geven, bewegend beeld. Dat je denkt, oh ja. God. Dat is, ja, maar dat... Ja, dus, ja, Milius en Kubrick, die waren ras apart eigenlijk. Ja. Oké, en Spielberg was ook niet slecht, maar ik vond die twee toch altijd wel... Die hadden toch al iets extra's in de films. Zo. Ja, dat is durven, hè. Zulke dingen aanpakken, dat is durven, hè. Hetzelfde met ook dan 2001 A Space Odyssey. Ja, daar werd je op voorhand van... Als ik hierin slaag, dan heb ik een meesterwerk gemaakt. Ja, dan weet je al nog voor dat je die film maakt, puur omdat dat verhaal al zo... Ja, maar dan zat ik ook weer aan het denken, is dat ook weer een chaotische niche? Een Kubrick of een Milius. Want een Milius was ook... Allee, ik heb overlast een interview met zijn dochter gezien. Yeah. En allee, zegt ze van... Ja, soms als ik naar The Big Lebowski kijk... Die Walter die is gestileerd naar een Milius. Shut the fuck up, Danny! Dat scheelt met mijn vader. Ja, ik hou ook van die rare films. Een Pulp Fiction of een... Ja, heel Tarantino's en Shara, also echt rare films. Zo. Roberto Rodriguez kan er ook nog eens groeien. Zijn Grindhouse, ook zo. De ode aan de oude horrorfilm. Slechte special effects, een slecht verhaal. Maar houd ervan genieten, jongen. En wat vinden dan van Guillermo del Toro? Want daar hadden dan dat Lovecraftiaanse dan weer terug. Hè? Dat is heel goed in. Monster-ding. Maar ja, dat is altijd... Soms is hit, soms is het mis natuurlijk bij hem. Hè, ja. Mijn probleem is ook een beetje... Bij Lovecraft, zijn werk, is het ook het niet weten dat soms erger is dan het wel weten. Zo. Ah ja, oké. Okay. En ja, Del Toro probeert dat toen wel als ook iets aan te geven. Zo. Ik vond hem... Is dat dezelfde dat de dingen speelt in Guardians of the Galaxy, The Collector? Is dat hem? Nee. Of is dat zijn broer?
Wat zeg ik? Nee, dat is Benicio del Toro. En ik heb het over Guillermo. Guillermo del Toro heeft die Amphibian gedaan. Heeft Hellboy gedaan. Die heeft... Amphibian vond ik wel goed. Ja, dat vond ik wel goed. Wat heeft hij... Ja, nee, wat, die noemt niet die Amphibians, hè, maar dat noemt... Of bij noemt het wel... Ja, in ieder geval, je weet wie ik bedoel. Hellboy vond ik... Artistiek vond ik het vrij schoon. Het verhaal vond ik iets... Maar Hellboy ken ik ook niet, dus... Ja. Pan's Labyrinth is ook van hem. Ja, ja oké, dat is inderdaad wel een goeie. Dat is ook wel een trippy filmpje. Ja, maar dat bedoel ik. Hij heeft ook Kong gedaan. En dat merkte heel hard onder ons stuk in The Gorge. Dat al die insecten, die mensen, die soldaten beginnen op te eten en zo. Dat is dat is van hem. Ja, dat is typisch Del Toro. Dus hij is er heel... Monsters en zijn ding, daarom dat hij ook Pacific Rim heeft gemaakt. En dat vind ik dan een fantastische film. Ik heb hem nog niet gezien. Ik kan eerlijk zijn, ik heb hem nog niet gezien. Staat op mijn watchlist, maar ik heb hem nog niet gezien. Ja. Als alles wat je wilt van robotten tegen kaiju vechten, dat is... Dat moet je zien. Ja. We raden aan aan een leek. En dat is... de term een paar keer aangehaald. Origineel pulpwerk. Maar pulp heb ik soms moeite mee om dat te verkopen aan mensen. Want dat is toch een heel niche-specifiek genre-toestand. Wel, om eerlijk te zijn, in de jaren 30 hadden ze een probleem voor te verkopen aan mensen. dat is gelijk in de jaren 90 dat je een Playboy ging gaan halen. Die mama mocht het niet weten. En, nee, voilà. Dat was eigenlijk pulp een beetje. Dat is zo, dat is een... Maar dat is ook... ik zou zeggen... Ik heb dat hier wel liggen, hè. En dat zijn dingen... Er zijn er altijd mensen die dat graag lezen, maar dat zijn geen mensen van onze leeftijd, Ilja. Dat is... Die schillen toch 20 jaar met ons nog eens... Ja, dat is wel. Ja, ik ken ook pulp ook veel later leren kennen. Dat is ook dankzij die gast Razorfist dat ik echt om beginnen graven zijn in die pulp en zo. Omdat je ook... Als je echt zalige dingen over Solomon Kane wil lezen, dan moet je ook naar de pulp gaan. En dat is zo, Het is moeilijk te vinden. En het is volgens mij ook een moeilijk genre, omdat je meugt niet, en zeker nu niet, en er soms dingen waarvan ik zeg van, zie, dat is pulp met voorbedachte raden dat het pulp zou zijn, terwijl sommige mensen maken niet, en achteraf beseffen die, deze is pulp, en dat is goede pulp. Terwijl, dat is gelijk, ik heb vrienden, en wij zijn... We hebben een clubje, wij zijn heel zot van B-films. Maar heel slechte B-films. zo slecht als ze goed worden. Zo. Ja, maar daar komt het op neer. En dan bedoel ik geen films gelijk Sharknado. Want Sharknado zijn films die had dat net bedoelen om slecht te zijn. Dan denk je, dat gaat niet goed zijn. Maar een andere film waar ik dan het over heb, is dan de Velocipaster. Een pastoor die in een Velociraptor verandert met volle maan. Of de Incredible Melting Man. Dat is een kerel die naar Mars is geweest en terugkomt en ontsmelten is. Maar hoe harder dat hem smelt, hoe sterker dat hem wordt. Dat is toch zalig concept. Dat zijn geweldige dingen. En puur waarom? Omdat die regisseurs zot zijn van het idee dat ze hebben en denken, deze is een keigoeie film. Ik krijg er alleen geen geld voor. Dus moet ik het doen met de middelen dat ik heb. En dat merk ik echt van die film, maar je voelt de liefde van de kerel die dat maakt. Want die van Midnight's Edge, die dan die documentaire hebben over Conan, die hebben ook gesprekken met Robert Meyer Burnett van Star Trek. En met, wie is het nu weer? Iemand dat vooral dingen doet. Reviews van B-films. Daar zijn er eigenlijk allemaal over eens dat als Hollywood gered geworden had door zo van die kleine passieprojectjes zijn. Tuurlijk. Het moet passieprojecten zijn. Het moet niet de bedoeling zijn om een kaskraker te worden. Elk ding dat je mokt, moet uit passie gemokt worden. En niet meer als doel voor ogen om commerce gewin te hebben. Daarom dat ik een beetje afgekikt ben op de Marvel-films eigenlijk. Omdat je ook zo begint te maken. Also, de eerste Iron Man gevoelde dat was iemand dat wilde doen. Maar nu heb je zoiets van, is dit voor geld te verdienen? Ik vind het persoonlijk geen goede films niet meer. Nee, ik ben gisteren met mijn maten zijn wij bij The Eternals buiten gewandeld. Wat bij maten kijken, er zijn geen comicbookfans of niks, maar wij hebben een vast afspraak met Marvel films. Dat is gemakkelijk. Dan kunnen die ontsnappen van hun vrouw en kinderen. En kan ik voor mijn job nog een film zien. Maar het is wel, dat was het oordeel wel, van
de formule werkt niet meer, we hebben de formule deur. En ze proberen nu terug vanaf nul terug opnieuw te beginnen, maar het lukt niet. Met een Shang-Chi is het niet gelukt en met die Eternals lukt het ook niet. Ik denk dat, je ook een beetje met een fatigue zit. Ja, tuurlijk. Gelijk dat je in de eind jaren 90 als een superhero, alleen nee, een superhero, maar een actionhero fatigue had. Allee, last actionhero. De Arnold had wel gemaakt om te zeggen van, denk dat het gedaan is. Ja, deze is mijn finale en dan stoppen we even. En oké, ik kon nog even dingen spelen, Mr. Freeze in een hele slechte Batman. Dan is het ook even gedaan. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk ook niet alleen in de cinema's, hè, ook in de comics. Toch bij het intellectuele klandizie dat ik mij rijk mag prijzen. Conan is Conan en dat blijft een vaste waarde. Maar al die andere Marvel-dingen en zo, ik begin bij vaste klanten te merken dat ze ook hun smaak begint stilaan naar indies en one-shots. Ja. En de lopende reeksen beginnen stil te vallen, omdat het lopende reeksen zijn. Kijk, die comic van Lock and Key, hoe dat want ik vond dat een supergoeie. Oké, we hebben het er even in de winkel over gehad. Ik zou hem wat donkerder geweld hebben. Ja, tuurlijk. Ook wat donkerder geweld hebben. Maar op zich was dat geen slechte comic. Oké. Okay, nee, tuurlijk. De schrijver komt van een legacy van een goede schrijver. Oké. Okay. Ja. Maar hij maakt het wel op zijn eigen. Dus ja, absoluut. Ik heb de reeks niet gezien, omdat ik geen Netflix heb. Omdat ik alles op mijn YouTube kijk. Al mijn horror zit ook op YouTube. En nu zo, ik weet niet of dat je kent van vroeger. Zo die theaters op Radio 2 hebben ze dan al lang gedaan. Zo theaters. Zo. Luisterspel. Luisterspel, zo dingen. Ja. Maar nu doen ze dat op YouTube met horrorverhalen. Ik denk dat ze dat trouwens op de 2 nog altijd doen met Thuis of zo. Dat kan. Aflevering dat kan, van Thuis nog wordt voorgelezen door de acteurs. Ja, oké, dat kan wel. Maar zo... En nu doen ze dat met horror. Hadden ze een kanaal op YouTube, dat is 24 uur op 24 horror. En dat zijn verhaaltjes dat ze ingezanden krijgen. En die vertellen dat, maar dat is soms, als je ernaar luistert, als je aan het gamen zit, en dan zo, ik kan toch niet meer achter mij kijken. Ja, maar dat is... ik zie dat nu aan dingen. Hè. Ik ken dat niet, maar dat heet Critical Role of zoiets. Dat is blijkbaar ook, hè, want podcasts zijn populair. Mensen... luisteren nu graag naar dingen dat ze zelf kunnen gewoon opzetten, zonder dat, gelijk naar radio, wordt u de hele tijd voorgekauwd wat je moet luisteren. En blijkbaar, die Critical Role, jij kent het ook waarschijnlijk. Dat zijn mijn collega daarnaast, me zit op het werk, heeft dat altijd opstaan als dat aan het werken is. Voilà, dat zijn stemacteurs en acteurs. Dat is aangenomen in het luisteren en dat doet voor mij ook wel een beetje terugdenken aan toen ik met He-Man speelde, ik had een cassette kijken. En dat cassette, ik stak dat in en je hoorde die mensen, of de Skeletor spreken en een He-Man spreken. En ik speelde dat na, terwijl dat ik hoorde wat dat er gedaan werd. Ja, maar als je naar een He-Man kijkt, Skeletor werd toch ook wel gemaakt door de voice actor? Ja, ja. En ja, dat is ook zo, want ik ben opgegroeid met de jaren 90 Batman en de jaren 90 Spider-Man. Ja. Maar de Joker... Mark Hamill en een Joker is nog altijd legendarisch. Tuurlijk, daarom dat ze die ook gebruikt hebben in de game, in de Arkham games, was dat ook Mark Hamill. Ja. En met goede reden, want wauw zeg. Ja, hetzelfde met de stemacteur van Batman, die had zo'n gehoekte stem, dat die, iedereen wist dat Bruce Wayne en dat Batman was. Terwijl als je die in echt ziet, zou hem niet geven dat hij... Batman is, want ze hebben die daarna dan een rolletje gegeven in ik wil het kwijt, in Titans, denk ik dat hem rondloopt. Ja, denk het ook, dat kan wel. Maar trekt, dat is voor mij geen Batman, als je die ziet, maar als je je ogen dicht doet, denk je, fuck, dat is Batman, dat is want hem. Ik zit er wel in geïnteresseerd, als voice casting, als je zo kijkt naar de eerste Aladdin film, Robbie Williams, die zijn stem, die maakte gewoon die film. Tuurlijk. En als je dan echt kijkt naar film, want wie was een topacteur in de Conan film? Dat was niet Arnold Schwarzenegger, want dat was een beginnend acteurtje, dat was James Earl Jones. Stem van Darth Vader. Vader of van... en van The Lion King. Mufasa en The Lion King. Maar ja, en ook bij Black Panther, maar die man heeft de présence. En die komt misschien, ik denk misschien 10 minuten in die film voor. Ja. Maar die heeft een présence en die speelt er iedereen weg. En het is onder andere door zijn stem ook wel een beetje. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is ook...
Dat is dan misschien ook nog wel een leuke vraag. Leesde jij met stemmen in uw hoofd of niet? Ik lees, vooral Conan lees ik een opera. Ah ja, ik, lees, okay. Omdat, ik kan dat niet wegdenken, omdat toen dat Basil Padoris van de eerste Conan-film naar Milius ging en hij zegt: wat wil je hebben van muziek? En Milius zei: zie je het als een opera? Oké. Okay. En ik moet die film nog maar een keer en moet echt goed op de muziek letten. De muziek Okay. is, het is echt opera-muziek. En dat vond dat ik de eerste films met dingen van Lord of the Rings ook zo goed. Die soundscore is toch prachtig. En al mijn, ik weet niet wat jullie hebben die comics, alle die strips vroeger had, die komen nu niet meer uit. Requiem, dat is een Franse reeks. Ja, die is gestoord, hè. Die mannen hebben niet gepakt toen ze aan het maken. Maar dat was de vampierridder. Ja, dat zijn Fransmans. Ja, tuurlijk. Maar ja, en sommige beelden erin, want ik ken ook heel die reeks. Ik vind het jammer dat ze niet meer gemaakt werd, want het was wel een goed verhaal ook. Maar sommige van die prenten zijn echt operabeelden. Dat is echt zo... Maar dat is een schilder. Ja, dat zijn heeldere... hoe moet ik dat zeggen? Kathedralen in de hel... En veel beeldjes. En een kerel die een harnas aanneemt, maar tot in de details dat er dingen op staan, dat je denkt van, ah, dat is gestoord. Dat is, die mannen hadden echt... een sixpack en alles uitgetekend. En ja, echt dat je zegt van, wat is deze, man? En die strip. En er stond een Franse strip, maar ik vond dat goed. Maar ook omdat dat weer zo bizar is. Het is ook weer bizar, die verhalen is bizar. Maar die slaagde er ook in, wat hij ook deed, en daar kwam dan niet vaak tegen, zeker in die tijd nog niet, waren splashpages in Europese strips, dat je een blad openslaagt en je oh, holy fuck, deze is de hel, over twee bladzijden. Mijn ogen weten niet wat dat er rond gebeuren is. En weer in die strip gezogen, hè, puur omdat dat zo groot ineens was. Ja, ik vind dat is bombastisch, dat is... Ja, en een opera vind ik ook bombastisch. Het heeft een elegantie, maar ik blijf erbij. Ik zie dat altijd gelijk dat John Milius de eerste koning pitcht. Het is een opera. Dan ga ik mijn vraag herhalen en aanpassen. Lees jij uw comic met muziek of niet? Of moet het stil zijn? Nee, het moet stil zijn. Oké, dus er is achtergrondmuziek in mijn hoofd gaat dat allemaal... ja, dus, dat gebeurt zelden dat ik het met muziek lees, eigenlijk. Dus, ik ook niet. Zeker niet met muziek, met stemmen in, want je moet je eigen op het verhaal concentreren, neem ik ook. Want dat was ook met de games van Conan. Ja. Allee, dat is ook, die hebben een Noorse componist, want dat is een Noors bedrijf dat gemaakt heeft. Ja, Malmberg is ook een Zweed ook, dus dat zit allemaal in die stem. Maar die hebben ook een opera-componist voor aangesproken. Van, wij willen, dat moet bombastisch zijn, met zware instrumenten, drums en fluiten en horens. En in dat game had je dat ook. En ja, het past allemaal. Het is, dat kan ik geloven. En dan is de cirkel bekend rond. Hè. Het is begonnen met games voor u. En dan, nu zijn we terug bij games. Maar dan wou ik nog één vraag te stellen over uw pa. Zijn interesse kunnen opwekken voor Conan, of niet? Nee. Mijn pa is niet into fantasy. Ik zei het, ik kom uit een redelijk katholiek gezin. Ja. Alleen nu niet meer. Nu is dat met de jaren allemaal wel afgezwakt. Maar mijn grootmoeder was. Mijn grootmoeder was wel zeer katholiek. En ja... Dan kun je moeilijk afkomen met een barbaar die koppen ligt af te hakken, seks ligt te hebben, bier ligt te hijsen. Films was hem ook wel altijd wel en geïnteresseerd. Dat mocht ook wel een beetje de rare film. En als het een film was dat te ver ging, was hem zo, doe je er morgen, ik ga gewoon gaan slapen. Dus een, maar meestal keek hij hem wel mee. Zo, want toen hebben we Lord of the Rings gezien, allemaal. En dat was toen dat hij juist uitkwam op de Extended Edition. En toen stond hij me echt terecht van, dat is goed. Ja, zalig. Ja, bangelijk. Ook het figuur Conan, en dat is nog één film wat ik het nog wel wou benoemen, doet mij ook een beetje denken aan Willow. Ik weet niet of je die nooit gezien hebt. Moet ook maar eens proberen, dat is ook jeugdnostalgie. Maar is dan Val Kilmer is daar dan de lone, is ook een barbaar. Die ook zo, lone wanderer. En tegen wil en dank komt hij een dwerg tegen, die de Chosen One
heeft gevonden, maar dat is een kind. En ze moeten dat dan samen beschermen. En dan zit, komen ook trollen mee en zo. Echt een, ja, ik vond dat een hele grave film. Ja, ik weet niet of dat hem de tand destijds een beetje kan weerstaan. Maar ze doen maar een heeft hele... ook zijn charmes. Ja. Doen een ik hele... vind dat zijn charmes heeft. Er is een hele bekende dwerg in mee. Roderick. Nog iets, denk ik. Ze gaan hem eens opzoeken. Ja, moeten maar eens opzoeken. Is zeker, zeker de moeite. Tot slot, ook altijd de vraag waar ik een beetje curieus naar ben. Hey, je hebt een collectie, waarschijnlijk een heel knappe collectie van alle Conan-boeken. Maar zit er iets in je collectie waar je extra fier op bent? En heb je het bij de hand? Nee, want het zit in een kastje. Oh, ja, dat is cool. Ja, maar dat is nog altijd die van die mijn first grootvader. Prince. Ja, die first prince van de Rode Ridder. Ik ben er trots op, dat is van mijn grootvader. Ik zie dat ook als een erfenis. Een ja, terecht. Dat is, en, ja, dat moet je koesteren. En hoe? Steek het in een kastje? Let een beetje op met zonlicht en dergelijke. Ja, het zit in een donker kastje. Dat is goed. Hier onder mijn bureau. All right. En mogen we de cijfercombinatie hebben waar ze achter steken? Of... Nee, ça va. Dat is een sleuteltje. Ah, goed zo. Nee, super, jong. Ik vond het keiplezant. Ik vond het super interessant. Ja, ik wist niet of je erin interesseert, omdat het wel over een ding had, maar het is... Maar, dat je zelf zegt, het is niche. Ik benoem niet graag de tijd, gelijk de fokken dat altijd toe, maar wij zijn wel... We zijn 2 uur aan het babbelen geweest over Conan. Je beseft dat toch? Ja, je moet me soms dat is een rabbit hole waar je induikt en je moet oppassen dat je niet meeduikt. Nee, maar ik hoop erop. Dat is typisch als je gepassioneerd bent door iets. Niks, dat mag voor mij iemand beginnen babbelen over cijfertjes en lettertjes, over het meest saaie dat er is. Als je iets gepassioneerd vertelt... Is dat super interessant voor iedereen die maar luisteren wil? Dat zelfs dat, en deze gaat over comics, dus ik wil weten wat ik verkoop, wat dat is. Ik zie dat hier maandelijks passeren. Maar het maar spreekt gaat mij zoveel, aan. Maar... Je hebt zoveel, je kunt niet alles lezen, hè, want je hebt echt wel veel. Allee, bij jullie kun je ook al zo echt een uur beginnen zoeken en ook verdwalen in een uur. Hè, zo. Ja. Ja, maar daarom, het intrigeert mij altijd en ik vind het altijd dan als een leuke opdracht ook om ja, eruit te leren en nog meer zelfs om ook na te denken voor u. Als jij hebt een bepaalde interesse van iets dan, en het beeld ligt... Ah nee, jij zegt gewoon heel stilletjes aan het kijken. Je dacht dat beeld even is stilstond. Beweeg er met ons voor je kop. De internetconnectie was wel onstabiel hier. Dus, Geen probleem. Maar dat lijkt mij dan ook een hele uitdaging om voor u iets te vinden. Maar eigenlijk ook niet. Want ik was vrij snel... Oh ja, een hele jaar gewoon met mij babbelen. Ja, dan kon ik hem dag en dag geven. Ja. En dat was vanzelfsprekend. En... Dan ga ik u ook niet langer in spanning houden. We doen alsof, want ik heb u dus straks al de twee... Je mag dat niet zeggen. Jawel. Eén is voor de hand liggend. We zijn nu 2 jaar dat hem terug bij Marvel is. Of is dat al... Ja, dat is al 2 jaar. Ja, 2 jaar. Maar ja, met de corona is er een fameuze pauze geweest. Hè. Nee, ze hebben Conan terug bij Marvel getrokken. Allee, terug de rechten overgekocht. En Bruikleen. Ja, voilà. Dat de rechten niet. Maar wat ik altijd dan wel jammer vind aan Marvel... Maar... Want ze hebben dan een figuur en ze geven die terug zijn eigen avonturen. Kijk, cool. Maar Marvel is Marvel. En want ze gaan dat binnenkort ook met Aliens doen. En met Predator, ik ben er zeker van. Die gaan ook mee in het Marvel-universum getrokken worden. Waar ik heel erg... Is dat nodig? Ja. Dat zijn aparte dingen. Maar dat hebben ze met Conan ook gedaan. Conan zit in de Marvel Universe. Maar ik vind het redelijk goed. Eigenlijk ik heb best nog wel gehoord. Okay. Ja, ik heb het nog gehoord dat dat de goeie is. Die mannen van Midnight Sets besproken die ook in zijn ook van... Is wel goed. Ja, het is wel goed. Het past. En daarom ga ik u ook daar de eerste bundel van geven. Jij krijgt van mij de eerste Savage Avengers. Hier, hè? Ik heb hem hier al vast voor u. Hè? Dat is heel cool. Je hebt ook bijvoorbeeld een heel cool stukje dat hem tegen Wolverine vecht. En dat is waanzinnig goed. Omdat die ook alle twee op instinct gaan, dat moet wel goed zijn. Ja, instinct. Wolverine heb ik ook al... Also de 90s X-Men vond Wolverine ook wel de beste. Ja, en het ook leuke is, die is ook wel...
ja, ze drinken ook graag een goede pint, dus het is echt wel cool. En doorheen de serie komen er ook andere figuren bij, wat ook altijd voor een leuke werking geeft tussen Conan, tussen Conan en dan de figuren uit de Marvel Universe bijvoorbeeld. Het is ook heel cool om hem te zien samenwerken met de Punisher. Ook zeer graaf. Venom doet ook mee. Ook een heel tof momentje. In de toekomst gewoon zelfs, denk ik, de Juggernaut passeert ook eens en zo. Ja, en Het past allemaal. Het is echt graaf gedaan. Ja, dus, soms zijn die wel zo van die dingen dat je zegt van, want gelijk Serpent War was ook mee in Moon Knight. Ja. Ik had van Moon Knight nog nooit gehoord, want ik ben niet echt zo'n Marvel fanat. Maar ik had van Moon Knight nooit niet gehoord. En ik had dus iets van, hoe gaat dat hierin passen? Maar toen komt die Egyptische dingen bij, komt de Stygian God Set erbij. En toen had je zoiets van, oké, het past wel. En toen had, dat was ook de eerste van James Zub. Van James Zub, dat James Zub geschreven had. Dat gezegd van, deze is een moeilijke opgave, dat allemaal Sibiet krijgt. Een crossover met Moon Knight. En toen had hij een verhaal van Robert E. Howard, The Worm. Ja. Over een elder god. En eigenlijk vechten ze tegen die elder god in plaats van tegen Seth. En ja, dat was een goeie. Toen had je iets van, ja, oké, zit er wel iets in een crossover? Want toen was Savage Avenger al geweest. Voilà. Er zat wel iets in. En soms hebben je zoiets van, ja, oké, is een goeie crossover, ja. Ja, we leven in een tijdperk van hit en miss, hè. Hit or miss, ja. Dus sowieso. Alles een beetje, hè. En omdat jij het zei, ik kreeg er nog een tweede ook. Maar ik merk wel een beetje een rode draad in mijn twee keuzes, merk ik hier net. En dat is wel grappig, want de cover dat je net zag was van David Finch, maar de interior artwork van Savage Avengers, de eerste bundel, is van Mike Deodato Jr. Mike Deodato Jr., een van mijn favoriete artiesten. En hij heeft samen met Jeff Lemire ook deze gemaakt, zijn de Berserker Unbound. Een hele coole comic. En je voelt ook dat die comic een beetje Jeff Lemire is in een liefdesbrief. En je ziet ook waar het idee van het persoon vandaan komt. Ja, ik denk, het valt wel een beetje op, denk ik. Hè? Ja, maar dat is ook een beetje het nadeel. Als je een barbarian haalt, komt automatisch wel een beetje uit bij een karakter van Conan. Ja, tuurlijk. En, het is allemaal Frazetta als de schuld. Ja, voilà. Ja, dat is zo, dat is zo. En het coole is, ja, die Mike Deodato, je ziet dat hier ook. Zelfs, ik heb die nu... hier vergroot en je ziet nog altijd dat die zijn een artwork... Dat is gewoon gedetailleerd. Ja, want deze is... Ik wil nu wel even een opmerking maken. Als je die schaduwen van die auto's ziet, die puntschaduw, maar Biedeloos en Vrouw gebruikte dat ook enorm veel in haar schaduw. Zalig, hè? Maar dat is keigoed, de puntschaduw. Heb jij ooit Spider-Man Into the Spider-Verse gezien? Nee. Maar wel, daar gebruiken ze die techniek ook. Dat is super comic bookie, dat is kei leuk. Dus dat, zo hoort dat. Zo moet het. Ik denk dat daarom is ook dat Biedlo mij meer aanspraak, omdat hij ook zoiets iets helemaal anders deed met de strips van der Steen. Dat is echt wel. Nu, in ieder geval, deze, die Berserker Unbound, een hele coole comic over een barbaar die ook ineens door bepaalde redenen in de moderne wereld terechtkomt. Dat ben ik wel geïnteresseerd, eigenlijk, omdat ik dat totaal niet ken. Nee, maar omdat ik het totaal niet ken, daar ben ik geïnteresseerd in. Het stond er nummer 1 op. Het is al van 2-3 jaar geleden. Het stond nummer 1 op. Er is nog altijd verder niks mee gedaan, maar het voelt wel aan dat er nog meer mee gedaan kan worden. Dus laat ons hopen. Cool. En het is Jeff Lemire, dus het is een fantastisch verhaal. Heel leuk geschreven. Dat duurt ook een tijd voordat hem de taal kan. Maar hij kan het op den duur wel, dus ik vind het ook wel grappig dat je dat uit aangaat, bij Conan. Dus daar wordt ook wel in gekeken van dat hij op den duur die taal, het Engels, leert. En ook een hele leuke dualiteit tussen hem en een dakloze die hem dan gaat bijstaan in zijn kweesten in New York. Dus ook een zeer coole comic, daar wil ik ook heel graag uw mening over weten. Maar die moet jij in ieder geval ook hebben, die kreeg jij ook nog bij de Savage Avengers. Ja, jij bedankt. Thank you very much. Bedankt om nog om last minute een camera voor uw laptop te gaan kopen. PC. Voor uw PC. Ja, weet je, dat is ook zoiets. Ja, daarom dat ik het nog een keer vroeg zo. Ik ga toch een keer vooral. Een kleine dag op voorhand. Ja, het gaat alleen met geluid zijn. Dude, ik wil er kunnen aankijken. Het gaat wel babbelen zijn. Maar dat is makkelijk opgelost. Hè? Als je in Antwerpen woont, gewoon even de Mediamarkt binnen en... Je bent een held, merci. En
Nee, ik vond het geweldig. Ik heb er veel over bijgeleerd. En ik hoop ook de kijkers en de luisteraars. Merci voor uw passie, voor een figuur. Deze is de eerste keer dat ik iemand heb gehad die voor een figuur dat niet per se de grootste commerciële bekendheid is, maar ja, wel... Ja, maar het is ook wel omdat hem... Het figuur heeft zoveel wortels, en het is daarom dat ik het ook vergelijk met Tolkien. Ze hebben zoveel invloed gehad op onze subcultuur, ja, dat je iets... Je moet het figuur herkennen. Ja, tuurlijk. Het is gelijk dat een H.P. Lovecraft ook enorm veel invloeden heeft. En veel dingen komen uit pulp dat veel mensen ook niet weten. Gelijk de Shadow, ja, dat is... Tuurlijk, deze zijn allemaal, zowel die Conan als figuren, het Tolkien, als een Tarzan, als de Shadow, als... Zorro ook. Zorro. Dat zijn alle superhelden avant la lettre geweest, hè. Mm-hmm. Dat is het coole eraan. Uit een vergane tijd, maar nog altijd wel zijn waarde heeft in andere verhalen nu. Wat een wijsheden. Ja. Geweldig. Dus je moet gewoon wel in die putten duiken en gaan. Dat is. En met die gevederde woorden ga ik afsluiten. Mensen in die put moeten willen springen en moeten gaan. Ilya, ik wil u heel hard bedanken. Het was supergezellig. Ja, hetzelfde. En iedereen daarbuiten, bedankt om te kijken en te luisteren. En tot de volgende keer. Alright, zet een avond nog. Yo. Mechanicast is de podcast van Mechanic Strip. Te bekijken op YouTube en te beluisteren op Spotify, iTunes en SoundCloud. Vormgeving en techniek door Developing Productions.